Welkom op het eerste SLIP webinar van STOA. Mijn naam is Cora Uiterlinde. Ik ben programmamanager afvalwatersystemen bij STOA. En in het dagelijks leven hou ik me bezig met allerlei projecten rondom circulaire economie, waterkwaliteit, waaronder de microverontreinigingen, maar ook de energietransitie. En SLIP is daar ook een belangrijk onderdeel van. Samen met de sprekers van vanmiddag en Leon Korving van Iforo, Jessica van der Doef, Waterprof en Stefan Vlos hebben we dit webinar georganiseerd. En het is een eerste in de reeks van vier bijeenkomsten. En deze bijeenkomst die gaat over de TDH's en de energiefabrieken. Het doel van vandaag is om met name te kijken van de vijf energiefabrieken die nu gerealiseerd zijn, wat daar de bedrijfservaringen van zijn, om de lessons learned, kijken wat we van elkaar kunnen leren. En om vooral ook te kijken van wat de prestaties zijn, onderling, maar ook de afzonderlijke installaties. Voor dit webinar hebben we Merle de Kreuk van de TU Delft gevraagd om dagvoorzitter te zijn. Merle is professor Environmental Technology, of ik mag ook zeggen professor afvalwaterzuivering en slipverwerking. Merle en ik kennen elkaar al geruime tijd. We hebben toch wel vrij lange historie. We hebben samengewerkt aan korrelslip, microplastics en heden ten dagen ook aan het onderzoek naar de bijproducten van de TDH's. En ik ben heel blij dat Merle hier vanmiddag van 3 tot 5 hier de rol van dagvoorzitter op zich wil nemen. Merle, welkom. Dankjewel Cora voor deze mooie introductie. Ja, 20 jaar volgens mij sinds de eerste begeleidingscommissie toen ik startte met mijn promotieonderzoek naar aero-korrelslip. Nou, er is natuurlijk superveel gebeurd. In deze afgelopen 20 jaar, we hadden toen nog niet eens bedacht dat er energiefabrieken konden gebouwd konden worden. We waren toen alleen nog maar bezig met effluent kwaliteit en of alles compacter kon. Ja, ondertussen zijn we natuurlijk helemaal, komen er allemaal nieuwe technieken bij van het korrelslip tot TDH. En dan is de volgende stap natuurlijk, hoe gedraagt korrelslip zich in de TDH? Dat hebben we nog niet onderzocht, maar wat nog nieuw is, kan nog komen natuurlijk. Ik ben super vereerd dat ik vandaag bij deze eerste aftrap van de webinarserie meteen dagvoorzitter mag zijn. Ook een beetje zenuwachtig, want ja, er zitten toch heel veel mensen mee te kijken. En dat is heel gek, want we zitten hier maar met een klein groepje, allemaal op goede afstand. Terwijl ja, jullie thuis met in grote getalen zitten te luisteren. Jullie mogen natuurlijk ook meedoen tijdens deze webinarserie of dit webinar. Er worden vragen gesteld in de poll. Geef antwoord alsjeblieft, want daar kunnen we allemaal hele leuke conclusies uittrekken aan het eind. En als jullie vragen of opmerkingen hebben, kan je die kwijt in de Q&A. Daar kan je ze typen en daar zit Leon Korving zit dat heel erg in de gaten te houden. En op het moment dat er vragen binnenkomen die niet kunnen wachten, dan zal die inbreken. Of ik vraag af en toe even of er al reactie is als jullie een beetje kalm zijn thuis. Cora, je hebt twee rapporten meegenomen, zie ik. Wat, welke twee? Ja, ik denk naar de thermische TDH's. Hè. In het begin hebben we het nog thermische slipontsluiting genoemd. Hè. Het was in 2012 hebben we een rapport uitgegeven. En toen hebben we pilotonderzoek gedaan naar de TDH-technieken. En dan zie je ook maar weer dat het toch ook wel enige tijd duurt voordat je van pilotonderzoek naar full-scale installaties komt. En dan ook wanneer je dan ook daadwerkelijk ook de bedrijfsresultaten van praktijkinstallaties kan presenteren. Dus dat is wel weer een teken aan de wand dat innovaties in ons werkveld toch wel enige incubatietijd nodig hebben. Dat wel, maar 8 jaar en we gaan nu de installaties evalueren. Dus die staan er alweer een tijdje. Nou, ja. Vind ik best aardig gedaan. Oké. Okay, Water nou. Nederland, goed gedaan. Oké. Okay. En het andere rapport was, dat ging over omzet met Amersfoort.
En daar hebben we in het kader van het project ook de hele installatie ook gemonitord, waar de TDH ook een onderwerp van onderzoek was. En dat is in 2018, dus recenter. Nou, dan wordt het misschien tijd voor een nieuw rapport. Nou, ik moet zeggen, in de aanloop van dit webinar hebben we heel veel gegevens ook proberen op te halen bij de verschillende locaties. En het is reuze interessant om te zien wat er gepresteerd wordt. En welke lessen we daaruit kunnen halen. Dus wellicht is een goede review op de prestaties zeker actueel. Ja, nou, het mooie is ook dat dit webinar natuurlijk gewoon wordt opgenomen. Als u bezwaar heeft tegen de opname en u wil daar niet aan meedoen, kunt u nu nog weg. Dan staat u er maar heel even op, kunnen we nog knippen. Maar daarmee is natuurlijk ook na te kijken. Dus alles wat we vandaag bespreken zal ook online beschikbaar zijn. Dus dat is al een mooie eerste aanzet. Want wat we vandaag gaan zien zijn natuurlijk al die ervaringen met die TDH's die we hebben in Nederland. Ja, dit symposium wordt nu georganiseerd, eind december. Je vroeg net al van, joh, heb je druk? Toen ik hier nog druktypend aan tafel zat. Eind december is ook zo'n moment van reflectie, vooruitkijken en jaarafsluitingen. Dus vandaar dat het altijd een beetje hectisch is. Dus waarom dit symposium nu, vlak na Sinterklaas? Ja, nou misschien niet zozeer waarom het nu in december. Maar op zich is slip wel een heel actueel onderwerp, hè? Waterschappen hebben belangrijke of heel veel doelstellingen ook voor de toekomst geformuleerd. De energietransitie in 2025 100% energie neutraal. Maar ook als je verder kijkt, slip is ook een bron van grondstoffen. Nou, dan staat de stip iets verder op de horizon. 2050 willen we helemaal als Nederland circulair zijn. Dus dat betekent ook dat we nog wel wat met slip van doen hebben. Of ook heel veel met slip kunnen. Hè. Als je kijkt van welke grondstoffen er ook weer te maken hebben met slip, als het gaat om de grondstoffen voor de bioplastics, cellulose, dus de nutriënten die we, de fosfaten, de stikstoffen die we er ook allemaal uit kunnen halen. Dus het biedt ook heel veel mogelijkheden. Dus ik denk dat het, zeker ook nu we enige jaren bedrijfservaringen hebben met TDH's, dat het een mooi moment is om te kijken of dat we er een rode draad uit kunnen halen. En ook kunnen kijken van, nou, hoe de toekomst van de TDH's eruit gaat zien. Ja, heel spannend, want nog 5 jaar, dat is nog flink aanpoten, zou ik zeggen. Dus nou, wie weet na dit symposium zet iedereen een spade in de grond om te gaan bouwen. Maar wacht nog even tot het eind van dit symposium. Of dit webinar, want nou ja, dat gaan we meemaken. Ik zit vol spanning hier om te zien wat de mensen hebben meegebracht. De filmpjes die voorbereid zijn, de presentaties. Dus zullen we maar starten? Graag. Ik denk dat het leuk is dat we ook een kijkje in de praktijk kunnen nemen. Hè? Want we zitten hier in Amersfoort. Maar het is vooral ook leuk om te zien wat er nu echt op de locatie zelf gebeurt. Dus de filmpjes geven daar een mooie inkijk, een kijkje in de keuken. Ja, dan gaan we denk ik beginnen. De poll die staat open, als het goed is. Er wordt nu hard op knoppen gedrukt. Dus jullie kunnen vragen gaan beantwoorden. Het scherm staat een beetje achter me, dus als jullie zien dat ik omkijk, dan komt het omdat ik naar het scherm kijk. We gaan beginnen met met het filmpje over Energiefabriek Hengelo. Daar maakt het ook leuk natuurlijk, daar maakt het ook uitdagend. Want het proces wat continu loopt is op zich wel fijn, dat wil je natuurlijk ook. Maar het mooie er is als je continu kunt optimaliseren en het uiterste eruit kunt. Ah, de techniek staat voor niks. De volgende, we hebben dit. Binnen Waterschappen Tommel 8 locaties, 8 zuiveringen. Ja, ze kunnen nu in ieder geval de tijd nemen locaties. Om even de pollvraag goed te lezen. En dat maakt het ook leuk natuurlijk, dat maakt het ook uitdagend. Want na de thermische druk veel meer naar. Dat maakt het ook leuk natuurlijk, dat maakt het ook uitdagend. Want het proces wat continu loopt is op zich wel fijn, dat wil je natuurlijk. Tilburg. Want dan weten we meteen wat uw plannen zijn. We pakken hem weer even terug. Op zich wel fijn, dat wil je. Tilburg. Dat maakt het ook leuk natuurlijk, dat maakt het ook uitdagend. Want het proces wat continu loopt is op zich wel fijn, dat wil je natuurlijk ook. Maar het mooie erin. Oké. Nou, ik hoop dat iedereen inmiddels geantwoord heeft. Maar de antwoorden variëren nogal van zeker tot absoluut niet en iets wat ertussenin zit.
Wat denk jij, Merle? Denk je dat TDH heel veel navolging gaat krijgen? Ja, dat is spannend. Ik denk het wel. Met dat is alle ontwikkelingen en de We hebben dus veel procesonderdelen. Op die procesonderdelen zit veel kennis bij de mensen die allemaal een specialisme hebben. En het belangrijkste is dat we die kennis hier vooral breed blijven verdelen. Zodat we echt gewoon operators hebben die de hele plant Hengelo, want dat is het. Je kunt het niet meer loszien, geen zuivering. En slipverwerken is echt één plant. Zodat de operators hier gewoon breed inzetbaar zijn en dat de kennis goed verdeeld wordt. Oh, ja. Ik ben Mart Koeses. Ik werk hier op de zuivering in Hengelo als operator. Nou, dit is dus de TDA. We zien hier de pulpen. Hier komt het ontwaterd slip van de centrifuges binnen. Hier wordt het voorverwarmd en de pulpen dient als opvangbak om van een continu proces een batchproces te maken. De voorontwatering bestaat eigenlijk uit een trommel en een schroef. Het slip en het polymer komt in de schroef binnen. En omdat het slip en het polymer zich aan elkaar hecht, wordt het zwaarder dan water en gaat het aan de trommel aan zitten. Dus dat is hier de uitdaging ten opzichte van als jij op een eindontwatering ontwatert. Het slip komt er zo in. Want daar wil je gewoon zeg maar, kostentechnisch het meest efficiënt draaien. Hè? Dat is de afweging van polymer, droogstof, centraat. En hier heb je eigenlijk gewoon één uitgangspunt, daar is de droogstof. En komt er zo uit. Wat gunstig is nu voor je TDA-installatie. Dat is echt wel een essentieel verschil en dat hebben we ook wel echt weer moeten ontwikkelen om dat in de vingers te krijgen. Dit is het benedigingspaneel van de voorontwatering. En hier kunnen we de toeren zien van de trommel zelf. De verschiltoeren. Dat is echt heel belangrijk. De ontwikkeling van je jonge jongens zoals Mart. Het is ook echt een kans voor hen dat ze hier op een zuivering waar echt relatief veel gebeurt. Veel ontwikkelen, nieuwe processen. Dat is echt goed ook voor jonge mensen om zich hier te ontwikkelen. 2 jaar geleden wist ik nog niet eens wat een TDA was. Wat er allemaal gebeurt, ook op de waterzuivering en op de sliplijn. Maar daar ben ik nu al heel ver in gegroeid. En ook als ik aan deze knop draai, wat gebeurt er dan? En wat zijn de gevolgen daarvan? Mooi, wat een cool filmpje. En ook vooral als je het zuiveringsslip, Johan, fijn dat je er bent. We kregen al de opmerking door, we zullen het hebben over zuiveringsslip deze middag en niet gewoon slip. Ik beloof je altijd om mijn leven te beteren, maar ik zal vandaag afvalwaterzuiveringsslip, nou rioolslip. Als dat uit die TDA of uit de gisting komt, hoe dik dat is en wat voor fantastische drap er uitkomt dan. Matthijs, ik wil jou graag vragen om te presenteren wat je hebt nu de resultaten zijn op Hengelo. Zoals jullie in het filmpje al hebben gezien, Matthijs Tela, beheerder Energiefabriek Hengelo. En jij weet alles van wat jullie installatie doet. Ja, ik ga er even over vertellen. Ik heb een korte presentatie voorbereid. Ga ik jullie meenemen? De Energiefabriek Hengelo, de start van de bouw. Dus in juli 2014. Juli 2016 is in gebruik genomen. De leverancier van onze techniek is een Cambi. De kentallen die je daar ziet staan, die laat ik nu even voor wat ze zijn. Die gaat Cora straks behandelen in haar presentatie. Dus wil ik even vragen om dat voor je ziet. Ja, we hebben 2 stromen surplus-slip die wij verwerken op Hengelo. Dat is de externe stroom van Hengelo zelf. Die worden in een voorontwatering, dat is een decanter, ingedikt alvorens het naar de TDA gaat. Vervolgens gaat het naar de slipgisting. Het primair slip bestaat ook uit extern aangevoerd en Hengelo zelf. Die gaan rechtstreeks in de gisting. Uiteindelijk wordt het eindontwaterd ook met 2 decanters. En het slip wordt uiteindelijk afgevoerd naar de SMB. Het centraat
van de eindontwatering. Dat wordt verwerkt in een Anomox deelstroomreactor. En het effluent daarvan, dat wordt geloosd op de zuivering zelf. Het project in Hengelo is uitgevoerd in twee fases. Dat is wel uniek. Doordat de fase 1, door fase 1 zijn wij in staat gesteld om, hadden wij slip voor handen, om bijvoorbeeld de eindontwatering uit het project te halen en die te gunnen op resultaat. En we hebben daar in eerste instantie een systeemtest gedaan. Wij in een schroefpers, een zeefband en decanters hebben wij in Hengelo op het slip kunnen testen. De decanter die kwam daar als beste naar voren. Vervolgens hebben wij van verschillende leveranciers de decanters fullscale op de plant Hengelo getest. En uiteindelijk kwamen de resultaten die we tijdens die test hebben gehaald, die hebben we nu ook in de praktijk gehaald. Dus dat was mooi. En in fase 1 ook andere zaken die we daar hebben geleerd. En die hebben we allemaal meegenomen naar fase 2 en die hebben we daar geëffectueerd. Ja, dus Hengelo voldoet momenteel echt alle punten uit de business case. De slipkoekafvoer zie je daar een tabel staan. Er zaten in 2016 nog op 65.000 ton koekafvoer naar de SMB. En nu in 2020 zitten we op 50.000. En daarmee hebben we ook de prognose richting de SMB gehaald. Polymeerverbruik zie je daar ook staan. Polymeerverbruik zit rond de 11 kilo. En we hadden daarbij een droogstof van slipkoek van 30%. Dus de resultaten die staan en daar zijn we heel trots op. De uitdaging voor ons zit er momenteel nog in de deelstroombehandeling en om die te belasten op ontwerpcapaciteit. De bedrijfsvoerder van de energiefabriek die is echt dynamisch en het is een complexe installatie. Alles grijpt op elkaar in. Dat vergt ook heel veel van onze operators om daarmee om te gaan. En de volgende uitdaging is nu rendement. Van een verbetering op alle vlakken. En dat betekent, we hebben nu net fase 2 afgerond. Dus de installatie die gaan we nu eigenlijk verder optimaliseren. En dat staat voor 2021 op de planning. Mooi, wow. Dankjewel. Mooie resultaten. Natuurlijk staat deze energiefabriek niet alleen op zichzelf. En hebben we ook een filmpje over de volgende zuivering Tilburg. En dan wachten we in spanning natuurlijk. Tilburg. Dat maakt het ook leuk natuurlijk. Dat maakt het ook uitdagend. Want het proces wat continu loopt is op zich wel fijn. Dat wil je natuurlijk ook. Maar het mooie er is als je continu kunt optimaliseren en het uiterste eruit kunt halen. We hebben binnen Waterschappendommel 8 locaties, 8 zuiveringen. Van 5 locaties wordt het slip eerst ontwaterd in Mierlo. Het ontwaterde slip komt per as deze kant op. Van onze eigen zuivering plus van de andere 2 zuiveringen komt het slip direct hier naartoe. En wordt dan verwerkt in de TDA. Dus er zijn eigenlijk 2 stromen die de TDA binnenkomen. Het slip vanuit Mierlo. Dat komt binnen zeg maar, gemiddeld met een droge stof van 25%. Dat verdunnen we tot ongeveer 16%. Het gaat naar de pulper toe. Plus het secundaire slip van Tilburg en die andere 2 locaties. Dat wordt via een voorontwatering ontwaterd. En gaat dan vervolgens ook de pulper in. Het primaire slip van Tilburg, dat gaat rechtstreeks de gisting in. Dat gaat niet via de thermische drukhydrolyse, maar dat gaat rechtstreeks. Dus op die manier heb je dus eigenlijk 2 verschillende stromen door de TDH. En dat is denk ik ook wel afwijkend van andere TDH's. Omdat we die hier eigenlijk vlak voor de pulper brengen, die 2 stromen bij elkaar. En moeten dus in de pulper uiteindelijk gemengd worden tot een homogene massa. Het slip is heel agressief en tast dan het staal aan. Door die afsluiters of niet meer te bedienen zijn of niet meer afsluiten. Ook pompen, diverse pompen hebben we vervangen van staal naar RVS. Normaal heb je geen 3 weken nodig voor een reguliere stop. Het slip gaat niet meer door de TDA en gaat rechtstreeks de gisting in. Dan komt er ineens ander slip uit de gisting. En dan krijg je weer problemen verderop in je eindontwatering. Het blijkt dat je slipeigenschappen gaan veranderen. Waardoor je polymeren niet meer lekker reageert. En je eindontwatering niet meer lekker functioneert. Dus je blijft op die manier wel steeds bezig met
ja, continue optimalisatie van proces, CQ, ja, materiaal. Nou, ook een heel mooi filmpje. Cora zei al tijdens het filmpje, wat een spannende opnames met de drones. Nou, dat is ook echt heel, heel cool om je zuivering zo van boven te zien. We hebben hier aan tafel Gerard Visser zitten. Procesoperator van de Dommel en van de zuiveringsregio Tilburg. En hij kan nog veel meer vertellen over de installatie die daar op Tilburg staat. Dus Gerard, alsjeblieft. Ja, zoals ook net in het filmpje verteld werd, we hebben 8 locaties binnen de regio, binnen de Dommel. Daarvan komt uiteindelijk al het slip gaat naar Tilburg toe. Vanuit het verleden, we hebben een aantal jaren geleden een slipstrategiestudie gehouden. Om te kijken van hoe kunnen we nu het beste de slipstromen gaan verdelen binnen de Dommel. We hebben onderzoek gedaan op Mierlo, omdat daar een centrale slipontwatering staat. We hebben onderzoek gedaan op Tilburg. Uiteindelijk is gekozen om eigenlijk al het slip, alle zuiveringen van de Dommel op Tilburg te gaan behandelen. Vervolgens hebben 5 partijen een aanbieding mogen doen. Die hebben een ontwerp mogen maken voor de energiefabriek. Er waren wel een paar belangrijke uitgangspunten. Dat was onder andere dat al het slip dus verwerkt zou moeten kunnen worden op Tilburg. Plus dat eigenlijk de waterlijn niet zwaarder belast mocht worden als dat die toen al was. Dus dat was wel een uitdaging. Dus uiteindelijk is er een partij gekomen die voor onze energiefabriek ontworpen en gebouwd heeft. Daar zijn we begin 2013 mee begonnen. En zo begin 2016 is de installatie langzaamaan in bedrijf gekomen. We hebben wel wat strubbelingen gehad helaas tijdens de bouw van de installatie. Waardoor we uiteindelijk eind 2016 hebben de installatie overgenomen. Het idee was eigenlijk dat de aannemende partij de installatie nog voor 10 jaar ging onderhouden. Maar hij ligt nu volledig in het beheer bij Waterschap de Dommel. Volgende. Hier zien we een processchema, wel erg vergelijkbaar met Hengelo. Waar wij denk ik wel afwijkend in zijn, is inderdaad dat wij een aantal slipstromen vlak voor de pulpen bijeen brengen. Je ziet in de bovenste lijn zie je het ontwaterd slip van Mierlo, komt per as naar Tilburg. Dat wordt verdund. Dat kan verdund worden met centraat van de voorontwatering. In de praktijk doen we dat nu vooral met bedrijfswater in verband met wat technische problemen. Vervolgens gaat dat verdunde Mierlo-slip de TDA in. Er komt ook een nat extern slip per as naar Tilburg. Dat wordt gemengd met ons eigen secundaire slip van Tilburg. Gaat door een voorontwatering en gaat dan naar de TDA. En wordt dus vlak voor de pulpen wordt het gemengd met elkaar, of in de pulpen dan. En het primaire slip van Tilburg, dat gaat niet door de TDA heen, dat gaat rechtstreeks de gisting in. En uiteindelijk wordt het ontwaterd en wordt ook het centraal behandeld in een Allemox reactor. Nog wat bijzonderheden is dat we leveren biogas naar derden. Dat is ook een van de redenen waarom we uiteindelijk voor Tilburg gekozen hebben. Omdat er ook het biogas afgezet kan worden. Je hebt een afzetmarkt voor de overschot aan biogas. Dat leveren we. Het idee is wel om in 2022 het overschot aan gas zelf op te gaan werken. Naar aardgaskwaliteit en het zelf op het net te gaan zetten. De ervaringen, de gasproductie. We zien het straks ook terug in de cijfers. Maar die zijn bij alle installaties denk ik wel hoger als verwacht. Dat is bij ons ook heel hoog. Daar zijn we nu ook nog volop mee bezig om eigenlijk de gasproductie ook echt te kunnen gaan verwerken. We sturen nu eigenlijk een beetje op gasproductie, want de gasproductie mag niet te hoog worden, want dan kunnen we het niet verwerken. En wat valt nog tegen? Ja, het halen van de maximale slipdoorzet. We doen nog steeds een deel vanuit Mierlo rechtstreeks naar SMB vervoeren. Heeft diverse oorzaken, ook een stukje in de capaciteit van de eindontwatering zit daar ook een mede oorzaak. Als je puur naar de TDA kijkt, dan hebben we wel wat mechanische problemen met circulatiepompen bij, onder andere bij de flash tank. Terwijl veel problemen. Het mengen van het Mierlo-slip met het eigen slip in de pulper,
Dat is best moeilijk om die temperatuur daar stabiel te krijgen. We hebben daar gewerkt met een extruder om het goed te kunnen mengen, maar dan kregen we weer allerlei verstoppingsproblemen. Dus die extruder die hebben we er nu weer uitgehaald. En wat valt tegen vanuit het ontwerp is de droogstof en de eindontwatering. Die was eigenlijk bedoeld om de 35% te kunnen halen, maar in de praktijk gaat dat helaas niet lukken. En we zitten nu op afgelopen jaar op 27% droogstof en eindontwatering. Ja, dat is het is een mooie installatie, maar inderdaad, die ontwatering is wel opvallend. Want jij zegt, we hebben dat getest op... in de praktijk en het gaat allemaal hartstikke goed. En bij jullie loopt dat een beetje vast. Zit daar misschien iets dat jullie mekaars dingen kunnen kopiëren? Of is dat, raad jij het aan om in Tilburg op volle schaal te gaan testen? Of zitten daar ook haken en ogen aan? Ja, dat was voor ons goed te doen. We hebben die ervaring ook, zeg maar. Dus we hebben dat ook... goed kunnen organiseren vanuit beheer. Inmiddels zeg maar, is dezelfde polymeer volgens mij wat wij gebruikten, wordt ook in Tilburg ingezet. Maar verder de precieze situatie of de slipsamenstelling wat daar aan de grondslag kan liggen, aan die afwijking, ja, daar heb ik geen zicht op. Ik denk dat verdergaande onderzoek om daar op in te zoomen. Ik kan je vertellen, zelfs verregaand onderzoek. Ja. Er zijn nog veel vraagtekens over slipontwatering. We zijn wel in samenwerking met de leverancier van de decanter bezig om het optimale eruit te halen. Ja, gelukkig. Daar zijn nog wel kansen te halen. Leon, zijn er al vragen op het forum? Ja, het begint nu goed te lopen. Goed zo, fijn. Er zijn wat vragen over de geur van het slip. Omdat die TDH's die van zowel Hengelo als Tilburg die staan buiten. En of jullie daar geurproblemen in de omgeving doorkrijgen. Of dat geen issue is? Nou, de geurprobleem valt op zich mee. Zeker wat het slip betreft. Wat we wel in het verleden wel eens last hebben gehad, is van het procesgas wat gevormd wordt in het TDH. Het is natuurlijk een gesloten systeem, maar je hebt altijd wel eens kans op een lekkage. En het procesgas, inderdaad, hebben we wel eens klachten gehad vanuit de omgeving. Want het is wel een heel sterke geur, inderdaad. Wordt het procesgas nog behandeld? Of hoe wordt het behandeld? Daar hebben we ook een aanpassing aan gedaan. We hebben een procesgasunit laten plaatsen door Cambi. Die staat er in eerste instantie zat er die niet op. En dan wordt het eigenlijk procesgas in de recirculatiestroom van de slipkisting gebracht. En dan wordt het dus onderin de slipkisting gebracht en op die manier afgebroken. Oh, mooi. Mooi dat inderdaad zo werkt. Ja. Hebben jullie ook nog problemen met geur? Ja, procesgas is inderdaad wel echt een hele specifieke stroom. Die echt wel goed binnen moet houden. Wij injecteren die ook direct in de gisting. En daarmee levert die geen problemen meer op. Ja. En zorgt misschien nog voor wat extra menging in de gisting. Als je gas injecteert. Dus dat zou COP slipgisting, doe je best. of menging in de slipgisting. Ja, waren er nog meer vragen? Ja, er werd genoemd dat het slip agressief was. Is dat pH gerelateerd of komt dat door de gassen? Ik weet niet bij welke TDH. Ja, dat was inderdaad bij Tilburg. Kwam het naar voren in het filmpje. We zagen inderdaad dat vooral het staal afsluiters en dergelijke in de installatie die werden aangetast. Inderdaad, en dan wel pH gerelateerd. Wordt het slip zuurder dan door de TDH? Ja, inderdaad. En dan tasten het vooral eigenlijk het staal aan en de pakkingen in de afsluiters werden aangetast. Pakkingen. Dan is het misschien nog iets anders dan zuur, dat het gewoon los te pakken. Ja, ook dat zal mede een oorzaak kunnen zijn, inderdaad. Mm-hmm. Oké. Waar ik het ook even met jullie over wil hebben. Jullie noemen allebei dat de installatie is. Ja, het is nieuw, het is misschien best lastig. Is de bedrijfsvoering op de installatie wat anders nu? Mag ik jou daar het woord over geven, Matthijs? Ja, het is wel een... je kunt het niet meer zien eigenlijk als een zuivering, hè, waar je een slipverwerking bij bouwt. Het is echt een complete plant, echt een fabriek wat je er neerzet. De techniek aan zich, zeg maar, zijn niet allemaal echt rocket science, maar het geheel grijpt echt heel erg op elkaar in. En dat is echt... iets ook waar de operators ook echt mee te maken krijgen. En dat is echt wel een iets van een energiefabriek ten opzichte van bijvoorbeeld een zuivering met een slipverwerking.
En hoe gaan jullie daarmee om met de operators? Is daar een extra opleiding voor? Of zijn het gewoon een hele enthousiaste groep mensen die dat doet? We hebben sowieso een hele enthousiaste groep mensen. Dat zeker. Dat is ook nodig. Het basisniveau is ook wel hoger, denk ik, dan op een zuivering. De dynamiek is gewoon heel groot. Het vergt gewoon heel veel, ook in de weekenden en dergelijke, bij storingen. De urgentie is gewoon hoger. En bij storingen is het gewoon heel veel mensenwerk. Als jij een installatiedeel uitvalt en je moet het daar oplossen. Je kunt heel veel automatiseren, maar het blijft gewoon mensenwerk. Ja. En qua opleiding hebben we dat gewoon vooral intern weggezet om de mensen zo goed mogelijk op te leiden. Ja. En hoe doen jullie dat nu met de hele coronasituatie? Want dat is natuurlijk lastig als mensen klachten hebben en thuis moeten blijven. En dat zijn net de mensen die je hebt opgeleid. Ja. Wij zijn wel, we hebben de groep opgedeeld in drie clubjes. Mochten dan dat Hengelo zo specifiek is, je kunt niet van andere zuivering mensen ophalen van gaat de locatie Hengelo maar even invallen. Dus we hebben de club opgedeeld. Als er dus in één clubje corona, kunnen die mensen eventueel in quarantaine of testen of wat dan ook het plan is. En dan hebben we in ieder geval nog operationeel voldoende mensen inzetbaar om daarmee op te gaan. Maar de kennisdeling wat je nu hebt, dus morgens hebben we dus met de drie teams ook een overleg via Teams. Ja, dat is wel even lastiger. En vooral zeg maar dat we in de afronding zitten van het project. En er zijn nog steeds nieuwe ontwikkelingen om de hele club mee te krijgen. Dat is wel een uitdaging. Ja, ja, ook een leuke uitdaging. Nieuwe dingen, nieuwe technologie. Ja. En jij zei daar ook iets over, Gerard, over die veiligheid van de... Van dit systeem. Want de energiefabriek die heeft wel een ander beeld op of andere blik op veiligheid. Ja, die heeft wel inderdaad een andere blik op veiligheid gegeven. En natuurlijk stond veiligheid natuurlijk al wel voorop, maar er komen natuurlijk heel veel andere technieken bij kijken. Hè. Je hebt ook stoomketels onder andere die erbij komen kijken. Dus je hebt ook met hogere drukken, hogere temperaturen, procesgas wat vermeld werd, komt erbij kijken. Dus er zijn allemaal andere aspecten waar ook rekening mee gehouden moet worden. Vraagt het ook wat van de opleidingen van de medewerkers, dat je nog specifieke opleidingen vraagt? Ja, we hebben ook, net vergelijkbaar met Hengelo, ook bij leveranciers opleidingen weggezet. Dus dat die specifieke opleidingen geven aan de operators. Vooral daar de kennis gehaald, zeg maar, op dat gebied. En op ATEX-gebied heel veel bijscholing gehad en gegeven. Ja. Zodat de mensen weer helemaal up-to-date zijn qua kennis. Hoe groot is de groep mensen die het beheer van de installatie, zeg maar, van de TDH, zeg maar, voor zijn rekening neemt? Ja, op Tilburg zitten we met een club van 8 personen. En die moeten in principe gewoon de volledige installatie ook kunnen draaien. Okay. Maar dan zitten we met 2 procesoperators A en met 6 procesoperators B. De procesoperators B die bedrijven eigenlijk een volledige plant in een soort relatiesysteem over de waterlijn, deelstroom, sliplijn en gaslijn. Okay. Dus je moet wel alles, is dat vergelijkbaar met Hengelo? We hebben echt 8 operators. En daar hangt dan nog wat mensen bij om. Maar 8 operators inderdaad. En die heeft natuurlijk heel veel ondersteunende diensten. Technologie, ook de technische diensten. En die moet zich echt allemaal ook inrichten op Hengelo. Dat daar de dynamiek gewoon hoger is dan voorheen gewend. Dus voor de organisatie ook een nieuwe situatie. Ja, oké. Okay. Ja. Is er nog iets te zeggen over het onderhoud van de installatie? Want jullie zijn al een aantal jaren in het bedrijf. Of dat nog specifieke aandachtspunten heeft? Ja, ik heb hier één vraag ook van mensen die vragen of die de eindontwatering of dat extra onderhoud vraagt. In vergelijking met normale TDA. Normaal gesproken. Qua eindontwatering kan ik niet zeggen dat het extra onderhoud vergt. Maar voor de TDA. TDA is wel een stuk apart natuurlijk. Ja. Maar dat worden we ook wel heel erg ondersteund door de leverancier. En we hebben ook al een aantal jaren zelf de jaarlijkse onderhoudsstop gedaan. En er is ondertussen ook heel veel ervaring bij de monteurs om de onderhoudsstop mee te begeleiden. Maar is dat één jaarlijkse grote onderhoudsstop of wordt dat vaker gedaan? Nee, op het algemeen één keer per jaar een grote onderhoudsstop. En dan en meestal ook gelijk gecombineerd met een aantal aanpassingen en modificaties in de instans. En heb je dan ook heel veel last van scaling bij die TDA, omdat al dat fosfaat vrijkomt, dus dat allerlei dingen verstoppen? Ja, dat is wel een bijkomend probleem inderdaad. We hebben uiteraard een deelstroombehandeling en dat was ook het idee om daar het struviet terug te gaan winnen.
Maar we zagen in de praktijk eigenlijk al dat in de overloop van de slipgisting, maar ook in de centraat van de voorontwatering en de eindopwatering, dat struvitie daar al ging vormen. Dus uiteindelijk hebben we besloten om de deelstroom wat anders te gaan bedrijven en wat meer ijzerchloride te doseren in de gisting, waardoor je het fosfaat al bindt in de gisting en dan vervolgens het op de slip afvoert. En wordt het dan nog teruggewonnen? Of, Ja, op Tilburg wordt op dit moment weinig tot geen struvitie. Dat blijft gewoon in het slip en dat kan uit het slip als gehaald worden later. Ja, en hoe is dat bij jullie? Ja, wij hebben ook een struvitreactor voorgeschakeld aan de eindopwatering. Wij laten struviet eigenlijk ook in het slip zitten, zodat het bij de SMB verwerkt kan worden, het fosfaat. En voor de stikstof hebben wij een anemox-reactor geplaatst. Ja. Ja, en je zei over die anemox dat die nog op toeren moet komen. Ja. Ja, we zijn daar nog in ontwikkeling. We hebben wel duidelijk een beeld, zeg maar, waar de knelpunten liggen, maar toch in de beluchting. En die zijn we nu aan het optimaliseren. We verwachten ook dat we die lijn gewoon door kunnen trekken en dat we kunnen belasten op rondwerpcapaciteit. Ja, en gaat dat dan in één keer of ga je dat heel geleidelijk doen? Dat gaat wel in stapjes. Want bij ons lag meestal liggen het probleem bij de anemox bacteriën, maar die hadden wij voldoende. En hier zat het bij de AOB's. Dus maar goed, dat is eigenlijk dus een relatief goed nieuws, want die kun je wat makkelijker. Kun je makkelijk mee omgaan. Die anemox bacteriën heb je niet zo heel snel terug. Maar die hebben we voldoende. En daarmee kunnen we dus gewoon gedoseerd opdrijven. Ja. Ja. Mooi. Ja. Goed zo, ik ben benieuwd. Een vraag daarover in relatie daarmee, van wat voor ammoniumgehalte komen jullie ervaren jullie met voeding naar de anemox? Ja, wij voeden 2000 milligram per liter ammonium. Ja, een beetje vergelijkbaar. Zijn er nog andere vragen? Ja, een aantal mensen vragen natuurlijk naar de business cases. Zeker omdat in Tilburg het ontwateringsresultaat wat lager uitvalt dan verwacht. Dus de vraag van, halen jullie dan nog steeds de business case? Jullie hebben gezegd dat het in Hengelo, dat jullie die halen. Ja, eigenlijk nog niet helemaal. Nee, nog niet, want we hebben ook nog steeds zeker nog een deel van het slip nog afvoeren rechtstreeks naar de SMB. Zitten we eigenlijk nog niet een volledige business case. En is die ontwaterbaarheid daar cruciaal in? Of spelen er nog andere zaken? Ja, er spelen ook in wat ik al aanhaalde, onder andere de gasproductie. De installaties uitgelegd op een bepaalde hoeveelheid gas die we kunnen verwerken. Daar zijn we nu aan het aanpassen om anderen meer gas te kunnen leveren aan derden. En we zijn wat installatieonderdelen aan het vervangen qua veiligheid en dergelijke. Zodat ook, mocht er iets gebeuren, dat het gas wat we produceren ook wel via de veiligheden afgevoerd kan worden. Dus dat de veiligheden ook uitgelegd zijn op de nu te verwachte gasproductie die wij volledig in de slip doorzetten. Dus voor de business cases verbetering van de ontwaterbaarheid en van belang, maar ook een betere benutting van het biogas. Ja, inderdaad. Ja. En in relatie tot biogas kwam er ook nog een andere vraag naar toe. Van, jullie willen dat gaan opwerken naar aardgaskwaliteit. Gaan jullie daar vrachtwagens op laten rijden of gaan jullie aan het net voeren? In eerste instantie, want het is nog een heel in april begin stadium, maar in eerste instantie is het vooral leveren aan het net. Dat is En hebben jullie een reden voor de keuze waarom je aan het net levert en niet aan vrachtwagens bijvoorbeeld? Daar durf ik geen antwoord op te geven. Is er nog een laatste uitsmijter van de mensen thuis, Leon, waarvan je zegt, nou, we kunnen niet door met de volgende energiefabriek of volgende TDH's zonder die gesteld te hebben? Nou, er worden ook vragen gesteld natuurlijk over de totale energiebalans, maar ik denk dat we daar in de presentatie van Cora later... Ja, maar daarvoor moeten jullie nog even geduld hebben, mensen thuis. Dus nog even blijven kijken. Ja. En er zijn wat hele praktische vragen van welke type centrifuge hebben jullie nou precies. Maar ik denk dat we dat misschien beter even nog kunnen uitleggen. Oké, prima. Wie weet aan het eind hebben we daar dan nog tijd voor. En anders kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met deze heren. Ja. En wie weet kunnen ze dan nog een privé-sessie met u regelen. Hartstikke bedankt dat jullie dit gepresenteerd hebben. Ja. En we... Huh? Voor nu. Voor nu. Ja. En later komen jullie natuurlijk nog terug voor de finale discussie. Gaan we nu door met de tweede serie filmpjes en presentaties.
Ja, laten we gewoon meteen aftrappen met het filmpje van Energiefabriek Apeldoorn. En dan gaan we ondertussen de setting wisselen. Het lijkt echt wel alsof ik bij NOS op 1 zit of zo, maar daar komt ie. Apeldoorn. Het bedrijven van de TDA, dat is echt een teamklus. Je moet het echt samen doen. Alles wat ik hier doe, daar hebben 4 andere collega's, merken daar direct de gevolgen van. En vele andere installaties en afdelingen merken daar op termijn de gevolgen van. Nou, mijn naam is Henry Kuiper. Ik ben procesbeheerder bij Waterschap Vallei en Veluwe op de zuivering van Apeldoorn. En mijn aandachtsgebied op de zuivering is de TDA, energiefabriek. Daar is hem. Hier is de slipscheider. Ik zal hem even openmaken. Er komt veel kijken bij een TDA-installatie. Het is niet simpelweg slip erin, gekraakt, slip eruit, meer gas produceren en we zijn er. De temperatuursprong die je bereikt van het verse slip, dat is dus ongeveer buiten temperatuur 12 graden. Dat breng je hiermee tot en met 60, 70 graden. Nou, en dat is de eerste, zeg maar, de eerste kraakstap in deze TDA. Daarna gaat het slip door naar de reactor. En vandaar wordt het verder opgewarmd door middel van stoom naar 140 graden. Je merkt ook dat als de zeef, de slipscheider, slecht functioneert, is dat terug te zien in je proces. Los van de indikking, want de indikking die draait voor alles. Maar in het hele proces hier merk je het functioneren van de slipscheider. Dus het is ook van belang dat de slipscheider bij een dergelijke installatie goed functioneert. Storingen, downtime zeg maar, van de installatie hebben we heel erg teruggebracht tot bijna alleen onderhoudsstops. En we hebben een hoge productiezekerheid weten te bereiken en daar zijn we... Ja, daar zijn we best trots op dat we dat bereikt hebben. Daar plukken we ook echt merkbare vruchten van. Mensen van opleiding hier meeneemt, ze kijken soms hun ogen uit in wat er nou werkelijk allemaal gebeurt. En vinden het ontzettend interessant. En het is ook heel nuttig. Je merkt dat het heel nuttig is om die mensen mee te nemen daarin. En te laten zien wat doe je, hoe doe je het. Weer zo'n mooi filmpje waarbij we in de buis hebben kunnen kijken. Dat doen ze normaal niet op als we rondleiding krijgen. Dus hartstikke leuk. Frans, mag ik jou meteen introduceren? Frans Visser, beleidsadviseur van Waterketen Vallei en Veluwe. Om iets meer over deze installatie te vertellen. Oh, maar we hebben eerst een poll. Kijk, ik krijg van achter, word geschopt. We zitten gelukkig op 1,5 meter afstand, dus ze raakten me niet. We hebben de belangrijkste drijfveer voor thermische drukhydrolyse is het verlagen van de kosten voor slipverwerking, verlagen van de CO2, impact van riool, waterzuivering, terugwinnen van fosfaat. Of zijn er andere redenen die bepalend zijn? Ik ben benieuwd nu al naar de resultaten. Ja, ik ook. Aan het eind van de webinar gaan we ze de resultaten bespreken. En als u invult andere redenen zijn bepalend. Jammer dat we dat niet in de zaal zitten, want dan kon ik dat weer even vragen. Maar zet dat vooral in de Q&A als daar een opmerking over is. Goed. Apeldoorn. Volgende maar. Ja, Energiefabriek Apeldoorn, gestart in 2015. Maar ook in die tijd hadden wij een fusie. Dus tegelijkertijd met Energiefabriek Apeldoorn liep bij een andere, ja, het fusiewaterschap ook eenzelfde traject. Dus dat komt hier zo meteen achteraan. Apeldoorn is uiteindelijk een TDH geworden met de Sustec-technologie. En dat betekent, Apeldoorn is een centrale slipontwatering waarin het slip van de voormalig Veluwe werd ontwaterd. En er zitten dus totaal 8 zuiveringen op. En al het surplusslip van deze 8 zuiveringen zou dan door de TDH behandeld moeten worden. En dat betekent vooral in de logistiek, en ook net al eerder aangemerkt in de voorhand, zich de continuïteit in de procesvoering van de TDH wordt dan heel belangrijk, niet alleen voor de zuivering Apeldoorn, maar dus daadwerkelijk plaatsvindt, als daar een flinke hiccup zit,
heeft dat hele grote invlekwerking op de aansluitende zuiveringen. Want dat slip, dat is één zekerheidje, wat we weten, dat heb je iedere dag, en overmorgen weer en over een maand, dat gaat maar door. Dus er zijn altijd best wel zorgenkindjes in het geheel om ja, voor elkaar te krijgen. Mag ik de volgende dia? Maar je ziet dus ja, een grote centrale buffer waar al in het surplusslip wordt verzameld. En dan heb je zeg maar de centrale ja, voorontwatering van het surplusslip. Het slip gaat door en krijgt zoals Henry net in het filmpje liet zien, ja, een eerste boost om zeg maar, ook de viscositeit, omdat je echt dik slip hebt, omlaag te brengen naar 60 graden. En dan kun je het echt door ja, verder opwarmen met de buiswarmtewisselaar en kun je het daar doorheen krijgen. En aan het einde wordt het nog een boost gegeven met stoom om uiteindelijk die 140 graden te krijgen. En ga je de kookpot in en dan ga je het weer terug en dan komt het in een scheidingsscheef waarin zeg maar, het gehydrolyseerde slip, dat dan heel dun is, dat gaat dan richting gisting. En het ja, verse slip met dan wat verwarmd is, gaat dan weer de loop in voor de, ja, de kookpot. En dan krijg je nog een keer een afkoelingsstap in. Dat is ook altijd wel belangrijk, want wij hebben ja, oude gistingen, meestal veel. Ja, hoe gaat het hele systeem als je dat te veel warmte inbrengt? Dus ook daar had het een knelpunt, vooral zomers, dat de gisting te warm wordt. Dat je eigenlijk gewoon de energie, maar ook de balans, een beetje ja, kapot maakt, omdat je dan gewoon onnodig warmte gaat wegkoelen. Maar ja, een gisting die in één keer van mesofiel naar thermofiel gaat, richting thermofiel wil je ook niet. Dat is een labiele gebieden. En dan gaat eigenlijk ja, de ontwatering in. Nou ja, daarbij heb je dat zo ook nog een keer. Dus de bijzonderheid op Apeldoorn hebben we ook nog een externe afvalstoffengisting, waar we dus heel veel slurries van extern in doen. Het wordt allemaal opgemengd. Bij ook nog een keer het prima slip van Apeldoorn gaat ook separaat de gisting in. En dan hebben we nog twee stromen van uitgerichte prima slip van twee andere zuiveringen. Gaat ook nog naartoe en gaat allemaal die ontwatering in. En dat moet allemaal met elkaar komen en ontwaterd worden. En eens kijken hoe ga je het voor elkaar krijgen. Wil je dat patchgewijs doen, een preceptuur of wisselingen erin. En het is altijd eigenlijk een continue uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk ook je ontwateringspercentage te behalen. Ja. Maar ja, op Apeldoorn hebben we ook nog een keer bij de deelstroomprocessen. En dan krijg je een hoog ontwateringspercentage is te halen. Maar dat doet wat met je afscheidingsrendement. En daar hebben echt je deelstroomprocessen veel last van. En ook nog een keer we hebben we dus een struvietreactor in de waterfase, dus de reactiewater van de centraatstam. Nou ja, er zit relatief wel veel ammonium in, maar beperkt fosfaat. Want dat zit eigenlijk vooral in het surplusslip en de voorontwatering. Komt dat vrij? Nou, dat voegen we weer deels samen om daar maar weer voldoende struviet te maken. En uiteindelijk ook minder chemisch slip in de waterlijn van de zuivering. Dus dat is ook een precaire balans. Hoe ga je daarmee om? Want heb je te weinig struvietvorming, betekent dat je meer slipvorming krijgt. En het gaat die hele grote cirkel in, naar die buffer toe. Dus het, is, ja, het grijpt overal in elkaar in. En daarom zijn NL, als je TDH niet goed werkt, met al zijn 7 processen, dan merk je dat overal in de keten, ja, vind je dat terug. Dus echt een hele strakke dominoketen die erop ja, verkregen is en maakt het best lastig. En vooral omdat slipproductie geen continue factor is door het jaar heen. Dus zien we in de week. Dus wat dat betreft zijn processen die vragen een ja, veel vlakkere bandbreedte waar je binnen wil blijven, op zeg maar die grote bandbreedte waarin wij zuiveringen zitten, met regenwater in één keer dat je dus gigantisch veel prima slip hebt. En dat prima slip moet je verwerken, doe je dat niet, zit de boel dicht. Dus het is best wel lastig om dat allemaal ja, goed in de vingers te houden. Mag ik de volgende? Nou ja, wat je ook iedere keer ziet, de reactie van de gisting op zeg maar, het gehydrolyseerde slip, dan krijg je echt zeg maar, dat hij in één keer flink zeg maar, gaat koken. Dan zie je echt wel een flinke ja, toename in ja, gasproductie. Dan zie je echt die snelle reactie. Wat wel belangrijk is, ja, reiniging, omdat we natuurlijk een heleboel buiswarmtewisselaars hebben, ja, die hebben toch last van verstoppingen. Dat je dus gewoon je SIP, je chemische in-situ reiniging goed voor elkaar hebt. En dat het gewoon automatisch loopt, zodat je ook zeg maar continuïteit krijgt in je slipverwerkingsprocessen. Ja, wat zijn de randeling? Ja, rustpunten of ja, leerpunten. Rust in je stoomstraat, want het zorgt ja, schommeling in het systeem. Het systeem ontregelt zichzelf, dus daar rust in te krijgen. Continuïteit in de slipkwaliteit, logistiek, dus ook daarmee spelen.
De reiniging, gevoeligheid van de warmtewisselaars voor vervuiling. Apeldoorn hadden aan het begin al 7 zitten, waar we dus heel veel dingen uitgezeefd. Amersfoort was dat nog naar de hand een probleempje. Zo meteen terug, ja, Monster namen om de systemen goed in beeld te brengen, is toch wel een dingetje van, ja, je praat met sliptemperatuur onder druk. Ja, boven atmosferisch druk, dus op het juiste punt kun je niet zomaar een slipmonster nemen, want dan krijg je gewoon eigenlijk stoomexplosies. Dus daar moet je echt wel rekening mee houden. En ja, is me heel lang bezig geweest om ook juist de monsternamen, punten en voorzieningen te ontwikkelen. Want die waren er niet. Ja, het is vooral stabiliteit. Stabiliteit en continuïteit is alles. Ja, wat valt nog tegen? De slipscheider. Hoe functioneert die? Hoe gaat dat tegen? Heb je niet een soort oneindige loop gecreëerd waar een slip continu rondgaat? En heb je al je slip wel behandeld in de TDA? Ja, dat zijn nog behoorlijke vraagstukken. Maar daar gaan we het zo verder over hebben. Want eerst wil ik graag door met het filmpje over Venlo en de TDH daar. De oudste van Nederland. Venlo. Het is geen raceauto. Dit is echt een systeem wat gebouwd is voor de lange adem. Zeg maar. Je moet echt gewoon constant dezelfde sliphoeveelheid verwerken. En dan draait hij ook het fijnst. Ik ben Peter Willems en ik verzorg hier het beheer en onderhoud van de sliplijn in Venlo voor het waterschap WBL. Ik ben werkzaam bij GMB en samen met mijn collega Bert van Ommeren verzorg ik hier eigenlijk de standaard dagelijkse gang van zaken. En 8 jaar geleden waren wij de eerste in Nederland die deze installatie mochten bouwen. Dit is hem! Ja. Dat is de reactor. Dat was een nieuwe techniek. Ze zijn van een pilot scale van een paar kuub naar een grote full-scale installatie gegaan met de nodige opstartproblemen. Allemaal getackled. Daar zijn wat leuke creatieve oplossingen voor bedacht. Op het moment dat de voorbehandeling klaar is, gaat het eigenlijk dus de TDH-loop in. Waarbij het dus gemengd wordt in die sigaar. Dat is een belangrijk onderdeel, dat hij rust krijgt. Evenwel geroerd, maar niet heftig. Goede temperatuurzoverdracht. Vervolgens komt hij bij de zeef. En die zeef die zorgt ervoor dat de dun en dik gescheiden worden. Dus de behandelde fractie gaat naar de vergister toe. Dit is eigenlijk als het ware het behandelde slip. Dit is eigenlijk ons product wat wij hier maken binnen. Thermofiel, ja, is daar een optie. 55 graden, nou, 65 graden voeden. Zou heel mooi uitkomen. Als ik daarop terugkijk, dan hebben we daar gewoon een hele goede zet mee gedaan. We hebben de investering bespaard. We hebben een hele stabiele situatie, vrij vlug al gekregen. Na een paar maanden waren we eigenlijk al op een stabiele situatie. Hij geeft eigenlijk nooit problemen. Dus we kunnen met onderhoudsdagen ook gewoon stoppen en starten zonder problemen. We zijn heel vlug met de installatie weer op productie. Dus je 3 dagen stilgaat met groot onderhoud, 3,5 dag. Dan ben je eigenlijk in het weekend alweer op volle nominale capaciteit. Dus binnen een paar dagen. En dat is eigenlijk wel, heel prettig werken, ja. We hebben hier aan tafel, zoals we het in de voorbespreking zeiden, de Nestor van de TDH. Ik kon het niet laten om je ook zo hier te introduceren. Ad de Man, strategisch adviseur van waterschapsbedrijf Limburg. Kan je nog iets meer vertellen over deze installatie op Venlo? Jazeker, dat doe ik aan de hand van een aantal sheets. En dat doe ik niet alleen voor WBL, maar ook namens GMB. Ik zal zo even toelichten wat de rol is van GMB. En bij dieptevragen wil ik ook graag verwijzen naar de echte kenners van dit proces. Peter Willems en Mark Bennebroek. Voorafgaand aan de realisatie van de full-scale TDA zijn er in 2009 tot 2010 nog wat lab- en pilottesten uitgevoerd. Toen is er gekozen voor de technologie van Sustec, de continue TDH. Waar vervolgens nog een terugmengstap is geïmplementeerd in een draaiende fabriek zelfs. Na een bouwtijd van 1 jaar is de TDA in oktober 2012 in gebruik genomen. Omdat de techniek in 2011 nog niet volledig was ontwikkeld, heeft WBL besloten om de bouw en de exploitatie in handen te geven van de aanbiedende partij. Uiteindelijk is dat GMB geworden.
En op jaarbasis staat eigenlijk op de sheets, hè, wordt er 6330 ton droogstof gemiddeld ingenomen. En deze totale hoeveelheid wordt gehydrolyseerd en vergist. De biogasproductie is 1,8 miljoen kuub. Daarvan wordt 62% in de WKK ingezet voor opwekking van elektriciteit en warmte. En 38% wordt eigenlijk direct gebruikt voor de stoomketel. Dat heeft consequenties. Dan kijk je ook naar het lage getal, hè, die 20% energiefabrieken. Die wijkt een beetje af van de andere, maar daar kom ik zo even op terug, waarom dat is. Volgende diagram. Zoals ik aangaf, wordt er ongeveer 6300 ton droogstof per jaar verwerkt. Daarvan is 1/3 afkomstig van extern. En 2/3 is afkomstig van de zuivering Venlo. En 20% van het slip wat we verwerken is reeds vergist. Dus daar passen we eigenlijk de TDH vooral toe om de slipontwateringseigenschappen te verbeteren. En 80% is aerob gestabiliseerd. RWCT Venlo is een carousel, een good old carousel. Bouwjaar 1974, daarna wat, af en toe wat geüpgrade. Maar we hebben het over een RWCT met puntbeluchters zonder voorbezintank. Dus met een hoop energieverbruik. Het label F heb ik hem al gemaakt. Dus je deelt uiteindelijk je energieproductie door een heel hoog getal. En dan wordt dat getal, die 20%, komt ook laag uit. Extern slip brengen wij in via de AT's. Dus dat betekent dat externe slip wordt gewoon in de AT gebracht. En uiteindelijk samen met de surplus slip van Venlo wordt het de sliplijn ingevoerd. Het proces lijkt natuurlijk als twee druppels water op wat er in Apeldoorn is gebouwd. De indikking vindt plaats in twee gravitaire indikkers. Daarna volgt de mechanische indikking en dan gaan we tot 9,5% droogstof. Daarna wordt dat slip opgemengd met het slip wat reeds gehydrolyseerd is in de thermische drukhydrolyse. Het heeft alles te maken om de viscositeit te verlagen en ook de warmteoverdracht te verbeteren. En uiteindelijk wordt dat gemengd in een slip scheidingszeef. En dan krijg je twee stromen. Eén stroom, de dunne stroom, die gaat de vergister in. En de dikke stroom, die krijgt nog een keer een kans. Die gaat door die TDH. Na een verblijf van 1,5 uur is die gehydrolyseerd. En je ziet ook een variabele druk van 4 tot 7 bar. Dat heeft alles te maken met welk debiet zet je erop. En ook welke vervuiling heeft er opgetreden. De dunne fractie gaat naar de thermofiele vergister. Die was ooit mesofiel in de bedrijfsvoering, maar bij aanvang hebben we hem heel bewust thermofiel laten uitvoeren. Nou, dat kwam goed van pas. Uiteindelijk zijn we na een aantal jaren, en dan zeg ik vooral GMB, overgegaan naar een thermofiele bedrijfsvoering. Bij 55 graden verblijft dat is ongeveer 15 dagen. Daarna gaat het thermofiele vergister slip gaat naar twee decanters. En het slip wordt uiteindelijk afgevoerd naar een multiverbrander in België van Indaver. Er ontstaan twee reactiewaterstromen bij de bandindikker en bij de decanter. Beide stromen gaan eigenlijk onbehandeld op dit moment terug naar de RWCT Venlo. Dat kan die zuivering net hebben. Ik zeg net. Maar eigenlijk zitten we net boven de 10 milligram per liter. Mijn collega Saskia die heeft uitvoerig proeven laten uitvoeren om te kijken wat we met dat stikstof kunnen doen. Met name in het reactiewater van de ontwatering. Dan heb je het over 1500 milligram stikstof per liter. Nou, dat is in principe te behandelen. Maar eigenlijk willen we dat niet gaan biologisch gaan verwijderen. Maar dat willen we gaan terugwinnen. En we hebben een proef gedaan met selectieve membraan. Volgende diagram. En wat hebben we geleerd? Nou, heel veel. Deze techniek hebben we in 3 jaar opgeschaald. Een factor 100. Van lab naar fullscale. Bij nader inzien hadden we wat meer aandacht moeten besteden aan de opschalingseffecten. Met name warmteoverdracht. Welke droogstofpercentages zijn mogelijk bij de indik. Hoe gaat het met die warmtewisselaars? Een ander punt is wat we geleerd hebben, dat is een samenwerking tussen een waterschapsbedrijf, zijn wij dan, en een bedrijf als GMB heeft, naar ons idee, enorme meerwaarde. Wel belangrijk is, in zo'n lang traject zoals wij nu al lopen, want inmiddels is het alweer 2020,
is het zo dat je dus goed moet communiceren, goed afstemmen met de bedrijfsvoering en vertrouwen in elkaar hebben. Volgende. Ja. Wat gaat goed? Nou, de continuïteit en misschien ook de aanpassing, dat is denk ik ook belangrijk om te noemen. GEB is in staat geweest om in een draaiende fabriek die installatie behoorlijk aan te passen en de slipverwerking is alsmaar doorgegaan. Dus dat is toch wel een dikke pluim. Wat gaat goed? Nou, ik denk vanuit WBL gezien dat de continuïteit van de slipafvoer eigenlijk goed is. Dus ons zuiveringsproces wordt niet gehinderd door dit gevoelige proces. En we bereiken een slipreductie, slipvermindering van 10.000 ton per jaar. Dus als wij geen TDH zouden hebben, dan zouden wij dus 10.000 ton meer slipproductie hebben. En we hebben totaal 100.000 ton, dat is toch 10%. En in deze tijd is dat toch een belangrijke hoeveelheid. En wat valt tegen? Nou, inderdaad, de energiebalans. We hadden eigenlijk gehoopt op meer biogasproductie. Maar dat hebben we dus niet voor elkaar gekregen. Daar zit denk ik ook niet zoveel rek meer in. Hoog PE-verbruik, dat zien we ook. Er zit ongeveer 14 gram actief PE per ton roodstof, of per kilogram roodstof. En wat heeft nog aandacht nodig? Ja, de reactiewaterbehandeling. Die hebben we op dit moment nog voor ons uitgeschoven. Maar het zou kunnen zijn dat we die dus toch op termijn gaan realiseren. Dankjewel, Ad. Ja. Rest ons nog één systeem en dan gaan we weer terug naar Vallei en Veluwe en nu naar Amersfoort met een filmpje. Amersfoort. De zuivering Amersfoort beschikt over 3 gistingstanks. Elk met een eigen TDH-installatie. De TDH-installatie in Amersfoort is bijzonder omdat de hydrolyse in een omloop van het gistingsproces plaatsvindt. Het slip wordt voorbehandeld in een wasstripinstallatie. Met als doel fosfaat en enkelvoudige kationen zoveel mogelijk te verwijderen uit het slip. Het fosfaat wordt als struviet teruggewonnen. Het voorbehandelde slip gaat vervolgens direct de slipgistingstanks in. Met deze aanpak wordt 65% van het totale slipvolume in de gisting behandeld en kan de slipverblijftijd in de TDH losgekoppeld worden van de hydraulische verblijftijd. De drukhydrolyse die bij Amersfoort gebruikt wordt, is van het lysotherm principe. Het slip wordt hierbij in vele parallele pijpenbundels opgewarmd tot een temperatuur van 150 graden. Pas op, heet. Bij 8 bar atmosferische druk. Dit is een hele grote warmtewisselaar, zeg maar. Voor de verwarming en koeling wordt thermische olie gebruikt. Omdat het proces continu plaatsvindt, is een voordeel hiervan dat de retourwarmte gebruikt kan worden voor de opwarming. Met het gebruik van de TDH-installatie is de gasproductie gestegen. Ook de ontwatering is verbeterd en stabieler als de TDH-installatie loopt. Uitdaging bij deze aanpak is onder andere scaling van de reactorbuizen. Na dit filmpje gaan we weer terug naar Frans voor de volgende presentatie. Dat is het mooie van fusies. Dan mag je zelfs 2 installaties presenteren. Ja. Ja, Amersfoort is gelijk oplopend met Apeldoorn. Alleen hier een andere leverancier uit de aanbesteding gekomen, Eliquo. Die kwam dus onder andere met het lysothermproces. Mag ik de volgende? Ja, en dan zie je hier dus echt de afwijking op zo'n Apeldoorn. Dat dus de lysotherm over of parallel aan de gisting staat. En op Amersfoort hebben we dus 3 gistingtanks. En iedere gistingtank heeft dus een lysotherm thermische druk hydrolyse unit eroverheen staan. Je hebt ook nodig uiteindelijk om zeg maar, toch het verder ingedikte slip, zo'n 12-13% met het gehydrolyseerde slip,
via de slip circulatie in te brengen in de gistingstanks. En hierbij, dit systeem is ook van belangrijk dat de hydraulische verblijftijd van, of in de gisting niet meer gelijk is aan de slipverblijftijd. Omdat het deel slip wat zeg maar wordt rondgepompt via de TDH, naar de TDH gewoon dood is. Echt alle bacteriën zijn dood. Dus die fractie, ook methanogenen, ben je kwijt. Dus die moet je eigenlijk optellen bij, voor je inbreking van je verblijftijd van je gisting. Om zeg maar nuttige biomassa over te houden. En net zoals hier op Apeldoorn hebben we ook daar deelstroombehandelingen. Alleen die andere type. We hebben voor fosfaatgewinning het proces van Ostara, de Pearl-reactor. Maar wel weer een anamoxie erachter staat. En daar we inkomen is gewoon, de deelstroomprocessen zijn heel gevoelig ervoor. En hierbij is dat alle slip via de wasstrip gaat. En in eerste instantie ook prima slip doorheen. En dat, ja, zeg maar de lagere vetzuren die daarbij vrijkomen, die komen dus vrij in de filtraatstroom. En met opmengen met de centraat naar de sulfietreactor zorgen die uiteindelijk toch ook in de sulfietreactor voor problemen, maar met name in de Allamox-reactor of de Demon-reactor. Omdat je dus heel veel lagere organische stof hebt. En die wordt dus genut door de heterotrofbacteriën, waar je een overgroei krijgt van Allamox-bacteriën. Dus dat zijn allemaal aandachtspunten die hierbij een rol gaan spelen. En gedurende de optimalisatie van de afgelopen jaren hebben we dat proberen te scheiden. Dus prima slip rechtstreeks aan de gisting te voeden in plaats van via de wasstrip. Om zeg maar gewoon die organische stofstromen beter in de, in de vingers te krijgen. En ook daarmee de deelstroomprocessen op de rit te krijgen. Want de waterlijn heeft dat nodig. Laat ik hier dan mee houden. De volgende, ja. Inderdaad, een duidelijke toename van de gasproductie. Die is uiteindelijk in het ontwerp wat behouden ingeschat. Die ruikt niet hoger te zijn. Ook daar krijg je dus weer leukere navolgende projecten. Wat je wel ziet, inderdaad, natuurlijk, de slipontwatering is stabiel, mits de TDH draait. Want dan zie je toch wel weer die afhankelijkheid van al die processen. Het gaat veel meer op elkaar ingrijpen. Nou ja, wat je ook wel ziet, is natuurlijk allemaal in het verleden, al die projecten, we gaan allemaal terug in hydraulische verblijftijd. Dus dat is heel mooi, maar daarmee ook als er wat hiccups zijn in het systeem of onderhoud, dan gaat de droogstofpercentage lopen in de gisting op. Maar met minder gehydrolyseerd slip wordt het dikker, krijg je mengproblemen. Dus er zijn ook die kant de grenzen van alle systemen worden opgezocht. En of je daar nog zo blij bent in het geheel, ook naar de toekomst toe, als je ruimte denkt of dacht te hebben, is dat lastig. Scaling is ook wel een hele gebeuren toch wel een dingetje. Vooral in die buiswarmtewisselaars. Je hebt echt misschien wel een paar honderd, misschien wel kilometer aan warmtewisselaars daar staan. En dat moet allemaal schoongemaakt worden. Dus zoeken dan naar de juiste volgorde voor de reinigingschemicaliën. Ook de juiste, vooral loog toepassing om het goed schoon te krijgen. Dat zijn zaken waar je mee te maken hebt. En dit is toch wel ook qua procesvoering een dingetje geworden. In het verleden werd toch gedacht van die waterschappen zijn duur. Dus laten we de aantal package units nemen van de leverancier. Maar dan heb je toch minder grip op het systeem. Dus eigenlijk wil je echt volledig in controle zijn. Is dat niet helemaal de juiste vorm. Maar voordat dat opgelost is in het systeem, dat je weer eigenlijk de volledige beschikking hebt om het proces te kunnen sturen, zijn er aandachtspunten die langzamerhand weer weg worden gewerkt. Maar dat kost wel tijd. Dan zeg ik, de aanpassing wordt trager. En ook hier weer, in Amersfoort, net zoals Apeldoorn, monstername van de gehydrolyseerde slip is wel een dingetje. 150 graden, warm, stank, die ook toch wel vrij kan komen. Een geurtje aan. Dus hoe ga je om mee om? Dan mag ik het niet meer laten. Ja, dankjewel Frans. Ook interessant. En er poppen allemaal dingen op. Hoeveel lysotherms heb jij gelopen tijdens de lunch? Vraag ik me dan af. En ik dacht ook, RWZI Venlo, ik heb me echt een tijdje te afvragen hoeveel van onze deelnemers zouden ouder en jonger zijn. Zou dat een maat voor onze vergrijzing kunnen worden? Maar goed, dat zijn gedachten die bij mij oppoppen tijdens deze presentaties. Laten we weer teruggaan naar het serieuze. Want ik zie hier ook bij jullie een andere aanpak in een nagister waar jij zegt, we zitten een beetje met die temperatuur in de zomer, zeggen ze in Venlo. We doen gewoon een thermofiele gisting. Is hier ook iets van elkaar te leren of zijn de keuzes heel verschillend? Ja, jullie hebben gewoon nieuwe gistingtanks gebouwd. Wij hebben dus bestaande gistingtanks ingezet. Die hebben een leeftijd uitgelegd, gewoon mesofiel. Dus als je daar een keer thermofiele omstandigheden aanbrengt, is dat niet even gewoon pompen er maar in, maar
de hele training erachter zit en dan zeg je nou, dan koel het wel weg. Voor de energiebalans niet goed, maar voor wat erachter komt qua investeringskosten die dan met zich meebrengt, is het een ander verhaal. Dus als je groene wijnen zou aanleggen, zeg jij, ga nou meteen naar Thermofiel toe. Dan ga je naar Thermofiel toe. Is, ook daar is door de jaren heen net ook weer meer ervaring gekomen dat het minder fragiel is als gedacht. Dus ik denk nu dat men sneller de stap zou nemen naar Thermofiele gisting. Deel jij die gedachte? Ja, nou dus na een paar jaar meldde GNB van, nou ze hebben koelingsproblemen. En toen hebben ze ook aangegeven, nou op wat voor manier kunnen we daarmee omgaan? En toen gaven ze ook aan van, nou dan moeten we eigenlijk doorgaan naar Thermofiel. Nou, wij moesten er even van slikken, want we weten dat daar in Scandinavië heel veel thermofiele vergisters zijn, maar die hebben niet echt doorgedrongen tot in Nederland, hè, niet al te veel. Ook veel twijfels over van, wat doet dan het droogstofgoud, hè? Wat gebeurt er met PE-verbruik. Maar uiteindelijk is er een plan op tafel gekomen dat we zeggen, nou, we gaan het toch proberen. En daar hebben we ook afspraken over gemaakt van, nou, wanneer zetten we de zaak weer terug. Hè? Het kan zijn dat je bij wijze van spreken nog veel meer afbraak krijgt. Dus dat je bijvoorbeeld ammoniumvergiftiging gaat krijgen in je vergisting. En zo hebben we een aantal zaken van tevoren goed vastgelegd. En zeggen van, nou, oké, onder die voorwaarden gaan wij het proberen. Dus beide vergistingstanks, die zijn dus overgegaan op Thermofiel. Dat betekent dat er heel veel enslip van elders naar Venlo is gereden. Jullie hebben dat ook tegelijk gedaan? Ja. Van allebei naar Thermofiel? Ja, ja. Dat is denk ik het voordeel als je met een andere partij dit soort zaken doet. Die help je toch denk ik over bepaalde drempels heen die bij waterschappen zeg maar wat minder snel... En er was voldoende Thermofiel-slip beschikbaar voor de enting? Ja. Ja, er is Thermofiel uit GNB, heeft ook een aantal. Ja. En ook bij in het oosten van het land is ook een thermofiele vergister. Ja. Dus daar hebben we een aardige end mee gehad. En toen hebben we ook behoorlijk snel op kunnen starten. Heeft wel even geduurd, hè? Ja. Voordat die, ik meen iets van 3/4 jaar, dat die uiteindelijk zeg maar tot het gewenste niveau kwam. En ik begreep van Mark Bennebroek dat uiteindelijk de biogasproductie gewoon hetzelfde is gebleven. En ook de ontwateringseigenschappen hetzelfde en ook het polymeerverbruik. Dus we zien eigenlijk geen verschillen in biogasopbrengst en ontwateringseigenschappen. Maar het gaat wel sneller. Ook ja, eigenlijk heb je meer ruimte nu. Ja, zou je hem niet verder kunnen belasten dan nu met Thermofiel? Op zich misschien zouden we meer kunnen belasten, maar dan moeten we ook meer slip binnen kunnen krijgen via deze systeem. En daar is de installatie hier op beperkt, zeg maar. We kunnen niet nog meer slip, want dat zou een geweldige business case voor ons zijn, hè? Dat we even opplussen. Hoger dan die 20%. Naar 8000 ton, hebben wij gesproken. Dat zou ideaal zijn, maar daar hebben we vaak over gesproken, maar dat lukt niet nu in deze installatie. Oké. Zijn er nog kijkersvragen? Ja, nou een heleboel vragen inderdaad over die Thermofiel en de ontwaterbaarheid. Die hebben we nu mooi live beantwoord. Er zijn ook nog vragen over de SIP-frequentie, dus het schoonmaken van die pijpenwarmtewisselaars. Hoe vaak moet dat gebeuren en wat voor chemicaliën worden daar gebruikt? Ja. En hoe lang ben je uit bedrijf dan, als je dat doet? Ja, dan moet ik toch even teruggrijpen naar mijn filmopleiding. Dan mag je bellen ondertussen. Hoe is dat bij jullie? Ja, het gaat voor mij om een continu proces. Al die warmtewisselaars heb je dus een hele batterij van, die alternerend dus worden ingezet en gewoon dan gereinigd. Dus het proces loopt door. Met een warmtewisselaar unit minder. Maar het gaat wel door. Dus op dat moment het is er een paar automatisering. Komt er wat bekijken. Want er zitten heel veel klepjes die dan eventjes om worden gezet. Zonder automatisering kan er dus niet. En daar zit ook heel veel werk in om dat goed voor elkaar te krijgen. Maar kun je dus eigenlijk gewoon in bedrijf blijven. Met een blok warmtewisselaar. En hoeveel warmtewisselaars zijn er dan? In Apeldoorn hebben we er 6 staan. En in Amersfoort in ieder geval 3 dieseltherms. En daar zit ook voor mogelijk complete blokken zijn die uit kunnen of niet. Ja. Maar dan kun je in ieder geval doordraaien met 1 dieseltherm uit, die dan met 2 overige de 3 gistingstanks blijft voeden. En zo'n cyclus, hè, zo'n schoonmaakcyclus, kan een aantal uren duren. Aantal uren. Ja, het is gewoon spoelen, dus je slip eruit. Ja. Dan, want bij een aantal presentaties is de continuïteit van het proces wordt aangehaald. Hè? Het is geen raceauto, werd er gezegd bij een van de filmpjes. Van, hè, dat die hele procestreinen, dat die goed functioneren op het moment als je qua kwantiteit en kwaliteit gewoon stabiele hoeveelheid hebt. Ik kan me voorstellen met reinigen dat je daarmee ook een stukje instabiliteit Ja, maar als je dat dus van tevoren weet wanneer dat plaatsvindt, kun je erop inspelen, op drukken. Kun je zeggen van, hey, die druk loopt op, nu moet ik ingrijpen in het proces en weet voor.
En daar moet je wel ruimte voor hebben. Ja. En normale fluctuaties in aanvoer kunnen goed gehandeld worden binnen de systemen die jullie hebben? Zeker hoogte kunnen doen. Maar ook daarin merk je, als er een hik op zit, dat ze aan de voorkant je slip te lang wordt gebufferd. Dan krijg je dus je slip-eigenschappen veranderen. En dan gaat dus de ontwatering wordt anders. Ja. Dus je ziet meer, minder. Dus je moet meer volume werken, meer capaciteit. En dan krijg je dus verstoring in het systeem. Dus het is toch fragiel. Okay. Zijn er nog andere vragen? Ja, een vraag over de verbrandingswaarde van het slip. Dus we hebben verdere afbraak van het slip natuurlijk. Daar gaat de stookwaarde van het slip omlaag. Merken jullie daar consequenties van bij jullie eindverwerkers? Ten voordele of ten nadele? Maar het gaat nu op de grote hoop. Dus het valt nog mee. We zien er nog weinig dingen. En op Apeldoorn hebben we nog zoveel andere slipstromen die erin komen. Dat zien we nog niet echt erg. Maar uiteindelijk is het, dit TDH is één van de zaken waar we mee bezig zijn. We willen zeefgoed uit het slip halen. Dat zijn allemaal organische stofstromen die we eruit gaan halen. En dat zal uiteindelijk doorwerken in die energieverbrandingswaarde van het slip. Waardoor dat vaak net iets meer kunnen ontwateren. Dat gaat net gecompenseerd. Want de ontwatering is wel iets toegenomen. Maar misschien niet helemaal als wat gewenst. Ja. Met de huidige slip-eindverwerkers hebben we nog geen problemen met de hoeveelheid TDH's die er nu zijn van het slip. Ja. En is dat wel eens uitgezocht wanneer dat een probleem wordt? Nou, op zich, hè, wel interessant om te vertellen. Toen wij de TDH openden en er kwam in de krant en toen werden wij gebeld door de ENSI en die zeiden, waar zijn jullie mee bezig? Jullie halen energie eruit die wij graag willen hebben. Hè, want het was in die tijd dat wij ook het slip droogden. En dan als brandstof bij de cementindustrie inzetten. Nou, toen gaven wij aan, de verbrandingswaarde neemt wat af, maar het is te overzien. Hè? Dus dan, als je kijkt naar granulaat, ging die ongeveer van 14 naar 11 gigajoule per ton. Nou, dat was die energiewaarde, die kan men daar nog wel verwerken. En de huidige eindverwerker, dat is in België, de multiverbrander noem ik het maar, die heeft geen last van variaties in verbrandingswaarde. Dus daar krijgen we geen klachten van. Dus het hangt heel erg van de eindverwerker af, zeg jij. Ja. Nou, misschien zitten er mensen uit de eindverwerkende industrie achter de laptop. Of doet Leon net alsof er mensen achter de laptop zitten. Dus wie weet kunnen jullie daar ook op reageren. Als een hulplijn heeft nu intussen geantwoord. Fijn. In Venlo wordt er wekelijks gesipt. En het proces loopt gewoon door in die tijd. Geeft Mark aan. En in relatie nog tot die afbraak, toegenomen afbraak, vragen mensen zich ook af of dan meer de concentratie vervuilingen, microverontreinigingen en dergelijke, dan niet toeneemt. En of dat op termijn een probleem kan worden. Ik heb jou daar ook wel eens over gehoord, Ad. Het zou kunnen, Cora. Ja, ik heb laatst vernomen met een paar indicatieve metingen. Ja, ik denk dat dat wel een thema wordt voor de toekomst. Hè? Met de komst van de energiefabrieken zijn we veel meer gaan centraliseren. Nou, met de nutriënten ondervinden we het direct aan de lijf. Hè? Van de waterlijn moet het allemaal wel aankunnen. De vracht nutriënten die terugkomt vanuit het reactiewater. Maar de volgende stap, of de volgende vraag doemt op van, nou, hoe gaat het nu eigenlijk met medicijnresten die verwijderd worden, gaan worden op zuiveringen? En wat komt er weer vrij bij een slipgisting? Normaal. En zeker naarmate je meer gaat centraliseren, zal dat groter worden. Ja. En is bij een TDH wordt het daardoor dat effect versterkt? Nou, het hele leuke is dat we natuurlijk bezig zijn met een STOA-onderzoek. Het lijkt wel opgezet in, maar dat is echt niet het geval. Maar onderdeel van het onderzoek naar TDH en de stoffen die daarbij gemaakt worden, is ook om te kijken naar kunnen we ecotoxiciteit, of doen we ecotoxiciteitmetingen? De testen zijn besteld, dus dat zal bijna gaan gebeuren. Om te kijken of het effluent dan, daarmee het effluent van de gisting zelf na ontwatering, maar misschien ook het effluent van de zuivering verandert. Een andere vinding die we waar we nu aan het kijken zijn in het lab, is dat je tijdens TDH krijg je de verbindingen tussen die eiwitten en die suikers, dus waarbij je bruiningskleur ontstaat. We hadden het vlak voor deze webinar, wat is dat in het Nederlands? In het Engels heet dat melanoidins. Misschien dat er native speakers online zitten die me kunnen helpen daarin.
Maar ook daar, medicijnen hebben soms dezelfde soort verbindingen als die suikers of die eiwit, dezelfde soort groepen. Dus misschien wordt het wel juist meer gebonden. Dus dat zijn allemaal dingen die nog in het lab op dit moment, uitgezocht worden. Ja, interessant, want we beginnen natuurlijk met verwijderen in de waterlijn. Maar waterlijn en sliplijn is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Allemaal samen. Ja. Ja, maar misschien dat TDH juist wel positief is daar. Ja. Dat weten we nog niet. Is er nog een laatste uitsmijter bij de kijkers? Deelnemers, hè? Want als jullie goede vragen stellen, worden jullie vanzelf deelnemers. Vraag over PFAS. Ja, PFAS is nog net zo onontgonnen als medicijnresten. We zijn nu een onderzoek aan het doen naar gewoon in een effluent en een slip het voorkomen van. Nog even dagen later wat TDH daarmee zou kunnen doen. Ja, qua temperatuurresistentie denk ik niet. Nee, denk ik ook niet. Het zal er vooral doorheen fietsen. Maar misschien laat het los, blijft het geabsorbeerd. Ja, spannend. We gaan een poll doen. Want we gaan door naar het volgende item dan. Dus start de poll maar in. Mijn belangrijkste zorg over thermische drukhydrolyse is de economische rentabiliteit, de onvoorziene projectrisico's, operationele problemen in de bedrijfsvoering, een lock-in, zodat andere innovaties niet meer mogelijk zijn. Dat is altijd jammer bij innovatie, hè? Dat de andere innovaties zou remmen. Maar kan wel, andere zorgen. Of ik heb totaal geen zorgen. Thermische drukhydrolyse is een uitontwikkelde techniek en heeft geen grotere risico's dan andere projecten. Daarmee zeg je niet meteen ik ga morgen bouwen, maar je geeft wel aan dat je geen zorg hebt. Wat is er mooier in deze tijd? Nou, we gaan het zien. Wat ben het benieuwd. Vertrouwen van de deelnemers is in TDH. Zeker. Nou, Cora, dan geef ik het woord aan jou. Want jij hebt een mooie vergelijking van de verschillende bedrijfsvoeringen en TDH's voor je liggen. Ja, met ondersteuning van Leon hebben we eigenlijk al deze vijf installaties gaan we met elkaar vergelijken. Omdat al die data die nu gepresenteerd zijn, soms is het best wel moeilijk om even goed het beeld te hebben van wat nu op de ene locatie zich afspeelt en de andere. Dus we hebben nu een paar sheets waarin de resultaten naast elkaar staan om te kijken van wat de prestaties zijn. De allereerste sheet geeft een overzicht van de capaciteiten van de TDH's, uitgedrukt in de jaarlijkse vrachten. En op de X-as staan de installaties, zoals ze vandaag gepresenteerd zijn. En daarbij op voorhand al even aangegeven dat de data van Hengelo, dit zijn de data op basis van 2019... Maar er is een uitzondering voor Hengelo, want daar is eigenlijk een gedeelte van 2020 gebruikt met een doorvertaling naar de jaargegevens. Omdat er nogal wat veranderingen zijn in de prestaties van in 2019 en 2020. Dus vandaar dat het licht gearceerd staat met het pijltje omhoog. Wat we hierop zien is dat de donkerpaarse, dat is de staafjes, dat zijn de jaarlijkse vrachten die totaal naar de gisting gaan. De behandeld in de TDH's, dat is lichtblauw en grijs is extern slip. En wat je in ieder geval ziet, dat Tilburg de grootste verwerker is van de grootste TDH. De meeste hoeveelheid slip verwerkt in de TDH. Allemaal hebben ze extern slip. Er is niet een zuivering die alleen eigen slip heeft. En daarbij ook opgemerkt dat zelfs Venlo ook extern of uitgegist slip ook verwerkt. En dat het af en toe best wel moeilijk is, en dat is ook tijdens eerder ook aangegeven, van het meten aan installaties is best wel moeilijk. Dus we presenteren hier nu hele mooie staafdiagrammetjes en harde getallen, maar uiteindelijk zijn dit indicaties.
Nou, en onderling staat ook nog aangegeven van nou, hoeveel aandeel van primair slipper wordt gewerkt. Want dat verschilt ook. Want we hebben 5 installaties, maar niet 1 installatie is gewoon hetzelfde. Iedere locatie heeft weer zijn eigen verhaal. Maar uiteindelijk gaat het over de afbraak van, mag ik de volgende sheet? De afbraak van slip en organische stof. En hier zie je weer het overzicht van de 5 locaties. De paarse staafdiagrammetjes geeft het, de afbraak aan droge stof weer. En de organische droge stof zijn de lichtblauwe staven. En nou, de gemiddelde afbraak is 47-50% op basis van droge stof. Organische stof ligt iets hoger, 54-60%. En de afbraak in Venlo is ietsjes afwijkend, die is ietsjes lager. Maar daarbij opgemerkt dat er geen primair slip gevoed wordt. En een gedeelte uitgegist slip, zoals ik al zei. Ander belangrijk punt is het ontwateringsresultaat. Hè. TDH's worden geïnstalleerd voor de extra afbraak voor, van droogstof, organische stof. Maar het ontwateringsresultaat is ook niet onbelangrijk. En dat hangt ook weer samen met PE-verbruik wat nodig is om het ontwateringsresultaat te behalen. Hier een overzicht. Nou, typisch is 26-27% droge stof. En ik denk dat Hengelo, zeker hier zie je ook duidelijk dat het verschil tussen 2019 en 2020, de resultaten, nou, die maakt toch een flinke sprong. Van nou, pak mee 26% naar 30% met ook een lagere PE-verbruik. Dus dat is toch wel een goed resultaat. En Venlo heeft ook een hoog droge stofgehalte, einddroge stofgehalte, maar er wordt nog PE, ijzer gedoseerd voor de gisting was het, hè? Na de gisting, maar dat heeft een beduidend hoger eindresultaat. En wat je ook ziet is wel dat het PE-verbruik variabel is tussen de verschillende locaties. Uitgedrukt als gram actief per kilogram droge stof. En dat kan verschillen tussen pak een beet een kleine 23 gram, maximaal tot 14 gram op Tilburg. Zeg ik goed, hè? Ja. Zeg ik dat goed? PE-verbruik. 10. Oké. Okay. Ja, dus daar zit best wel wat verschil tussen de verschillende resultaten. Nou, dan gaan we kijken naar energie- en gasproductie. Ook hier zien we dat nou, een typisch bruto gasproductie bedraagt zo'n 270 tot 300 liter methaan per kilogram toegevoerde organische stof. En de grijze balkjes zijn de netto gasproducties in deze. Dus na aftrek van eigen biogasgebruik voor de verwarming van TDH. Nou, wat hier in ieder geval bij opvalt is dat Amersfoort, dat gelijk is, die twee staafdiagrammetjes, staafjes. En dat heeft te maken doordat Amersfoort gebruik maakt van restwarmte van de WKK. Dus geen verliezen voor het eigen proces. Klopt, Apeldoorn ook, maar die heeft ook nog extra biogas nodig. Toch, ja, ja. Maar dit is wel mooi dat ja, het in ieder geval gelijk is. Oké, okay, en dit is de productie van elektriciteit. Want uiteindelijk willen we kijken van, nou, in de mate van in hoeverre zijn locaties ook echt energiefabrieken. Eigen verbruik van de zuivering staat hier vermeld. Paars, blauw is de productie uit biogas. En de biogaslevering naar derden, die aan de orde is bij Tilburg, is hier ook heel duidelijk zichtbaar. En Hengelo maakt ook weer een grote sprong voorwaarts als het gaat om de productie uit biogas in 2020 ten opzichte van 2019. En Venlo is tijdens de presentatie van Ad ook al aangeduid dat dat wel een bijzondere situatie is waardoor Venlo meer energie gebruikt, hè, met zonnevoorbezinking en dergelijke. De volgende sheet gaat over
de dekking van het eigen energieverbruik ten opzichte van de hoeveelheid extern aangevoerd slip. De discussie rondom de energiefabrieken, iedere keer popt de vraag op van hoeveel procent extern slip wordt er dan aangevoerd op het moment als er een percentage wordt genoemd voor de dekking van het eigen energieverbruik. Nou, hier zie je toch een duidelijke relatie waarbij de dekking toeneemt naarmate er ook meer extern slip wordt aangevoerd. En Apeldoorn en Hengelo, die hebben een relatief hoge score. Die zitten aan de bovenkant van de grafiek in verhouding tot de hoeveelheid extern aangevoerd slip. En Apeldoorn is wat lager, maar daar is ook aangegeven dat de massabalansen daar wat moeilijker te maken zijn. Dus wat ik net al zei, het zijn harde stippen in deze grafiek, maar uiteindelijk zijn het indicatieve data. Dus ik wil het nog wel even meegeven. Nou, concluderend hebben we de volgende, mijn laatste sheet, waarbij de praktijkresultaten die bevestigen alle locaties de hoge afbraak en de gasproducties. De droogstofafbraak, zo tegen de 50%. Organische stofafbraak, 54-60%. De gasproducties, 270 tot 300 liter per kilogram organische stof gevoed. En het eigen gasverbruik is significant voor de meeste installaties en Amersfoort is daarop de grootste uitzondering. Ontwateringsresultaten, die blijven in het algemeen toch wat achter, hè? Maar die zitten op 26-27%. En Hengelo 2020 is heel hoopgevend met nieuwe slipontwateringsapparatuur. Toch de 30% aangetikt en de variatie in PE-verbruik tussen 10 en 18%, 18 gram actief PE per kilogram droogstof. Nou, dit is even in vogelvlucht even de installaties naast elkaar gezet. Dit roept een heleboel vragen op en ik denk ook mede naar aanleiding van dit webinar is denk ik dat we nog op wel heel wat vragen te beantwoorden hebben. Ook hoe het nu komt, hoe nu de verschillende installaties presteren, hoe ze presteren zoals ze dat doen. En wat nu maakt dat de specifieke locatie ook maakt dat die resultaten bereikt worden. Want wat ik al zei, van niet alle zuiveringen zijn gewoon verschillend. En dat maakt ons vak ook altijd weer zo leuk. Ja, en zijn dit dan voldoende TDH's in Nederland om dit te kunnen concluderen of moet er flink bijgebouwd worden, mensen thuis? We weten het niet. Als je dit nu zo ziet, Cora, dit is nu het beeld van hoe de TDH's presteren binnen die energiefabrieken. Je stipt het zelf wel een beetje aan van ja, energiefabriek is lastig, extern slip, wat gebeurt er nu binnen het hek en wat komt er van buiten? Vind jij de TDH nu het toonbeeld van de energiefabriek, de weg die we moeten gaan? Nou, ik denk dat heel veel energiefabrieken hebben ook een TDH. Er zijn natuurlijk ook wel andere energiefabrieken die zich energiefabriek mogen noemen. Hè, dus dat er energie geproduceerd wordt, niet alleen voor eigen gebruik. En ik denk dat het zeker een belangrijk onderdeel is. Maar wat er ook al wel gezegd is, het is wel vaak complex. Je moet een bewuste keuze zijn. Hè? En het is niet losstaand. Nee, het heeft ook zijn effecten op de trajectiewaterbehandeling, de fosfaat, de scaling, de stikstofbelasting van de waterlijn. Het is niet iets wat je er zomaar even bij doet. En er is ook meerdere keren aangegeven van het is een trits aan dingen. Continuïteit van het proces is belangrijk. Dus het vraagt wel wat. Ja. Belangrijk onderdeel, denk ik. En aan de andere kant, wat jullie doen met de P-terugwinning, zou dat zonder TDH net zo goed gekund hebben? Deels wel. Dat is altijd, maar het is gewoon, je hebt die retourstroom, die heb je al. Het zit vooral in de voorontwatering, zeg maar. Het is gewoon het surplus-slip vers, wat je dus laat staan. En dus eigenlijk met bio-P-slip de P-afgifte hebt. En die meng je op, zeg maar, met uitgegist slip. Dus heb je die TDH niet eens nodig.
Dan niet. Dan niet, maar op zich hebben we ook nog een externe afvalstofvergisting en die staat stijf van ammonium. Dus daarmee kun je een hele mooie verhouding maken. Maar in Amersfoort is het weer anders. Ja, dat is volgens mij, kunnen we die conclusie al trekken. Iedere locatie is anders en iedere installatie is anders. Ondertussen zijn de twee heren weer aangeschoven aan tafel. Dus kunnen we is het idee dat we nu nog even een plenaire discussie houden over de verschillende TDH's, de vragen die gerezen zijn tijdens de presentaties. Misschien hebben jullie onderling ook wel vragen aan elkaar. En ik moet nu achter mij kijken om te zien of er nog vragen van thuis zijn. Dus bemoei je vanuit thuis ook in de Q&A lekker met de discussie en stel je vragen, zodat we deze met z'n allen kunnen behandelen. Heb je al wat, Leon? Jawel. Ik krijg opmerking dat het een mooi overzicht is van de resultaten natuurlijk. Maar men zou ook al compliment voor jou, hè? Men zou ook de uitgangspunten van de business case te gaan willen zien in de toekomst. Dus ik denk, dat is misschien een vervolgstap. En zo zijn er ook vragen over het complete LCA-plaatje van de LCA, van de energievoering, dat niet in beeld zou moeten worden gebracht. En over de benchmark, welke getallen gebruik je precies als benchmark? Bijvoorbeeld, je zou ook per VE kunnen uitdrukken, dus hoeveel biogas maak je per VE nou? Om ook misschien te corrigeren voor de externe slip dat je gebruikt. Ja. Dat soort opmerkingen. En een opmerking meer over de ontwaterbaarheid, want die is toch wat lager. En er was een suggestie van, kan dat nu ook komen omdat we nu ook de combinatie met fosfaatdrukking zoeken, waardoor er minder metaalazoten in de energiefabrieken worden gedoseerd, waardoor je daardoor misschien een lager stof kan krijgen. Ik weet niet of daar mensen een idee bij hebben. Ja, deel zo op zich, wat wij hebben gedaan, we hebben eerst een sliplijn opgepakt, een TDH in een bestaande lijn opgepakt. Dus de ontwateringsinstallaties die komen de komende jaren weer aan voor aanpassing. En dan ga je weer, zeg maar, net zoals bij wegstromen, een grote praktijktest doen met op dat moment aanwezige apparatuur, om de beste match weer te krijgen. En dan kunnen we misschien ook die stap maken naar die 30%. Maar daar blijft het echt op hangen, denk ik. Veel meer zal in mijn ogen niet gauw worden qua ontwateringsresultaat. Maar dan kunnen we misschien van 27 naar 30% gaan. En bij aanvangen hadden jullie wel gedacht dat het meer zou zijn? Of is dit gewoon wel? Dat is wel op de deel van de business case, inderdaad, die hoge ontwateringspercentages die haalt met ontwatering. Ja. Alleen, dat zit nog tegen. Alleen nu merk je ook dat misschien de bestaande installatie daar ongeschikt voor was. Maar daarnaast ook, voorheen hadden we geen deelstroombehandelingen. Ja. En die lijken toch wel in de procesvoering veel belangrijker te zijn, dat we nu in ook ontwatering, naast de ontwatering, ook kijken naar het afscheidsrendement. Hmm. Omdat als je dat niet goed is, je kunt misschien makkelijker omhoog gaan in je ontwateringspercentage, maar dan helpt je wel je deelstroom om zeep. Ja. Dus dat is altijd een lastige balans waar je in komt. En dat is dezelfde afweging die ik zie jullie instemmend knikken. Ja. Daar hebben jullie ook last van. Ja, dat klopt inderdaad. Dat is wel het belangrijkste inderdaad. Je centraatkwaliteit richting je deelstroom. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En vervolgens ga je nog sturen op je droge stof. Is dat ook de keuze van de PE of de PE-dosering? Speelt dat daar ook nog mee? Dat je denkt, nou, dat moet ook niet in mijn Anemox komen. Want dan, of daar dat is minder. PE en Anemox heb ik geen ervaring mee. Dus inderdaad, hebben we daar last van zo kunnen hebben? Nee, het is met name of je fijn nog COD doorslaat. Maar er worden wel andere polymeren gebruikt als je een TDH hebt dan wanneer je zonder TDH. Ja, wij zijn inderdaad wel overgestapt op andere producten. Jullie ook? Ja, wij gebruiken een lineair product. En normaliter, zeg maar, vaak gebruik ik toch een product met iets meer structuur waar je stevige vlak kunt hebben. En nou werkt echt een 100% lineair product, werkt hier. En dat werkt eigenlijk super. Oké. Je merkt het van mij ook al eerder verteld, inderdaad. We hebben een laatste tijdje uitgelegen, maar zo gauw is inderdaad een tijd geen gehydrolyseerd slip krijgt, dan merk je dat gelijk op je eindopwateringsresultaat. Je krijgt meteen een andere slipsamenstelling, waardoor je PE anders gaat reageren en minder goed ontwaterd. Ja. Okay. Nog meer andere vragen van thuis, Leon?
Ja, opmerking over de vergelijking. We vergelijken nu vooral de energiefabrieken onderling, maar je zou misschien ook wel de vergelijking moeten maken tussen geen TDA, dus bijvoorbeeld thermofiele gisting alleen. En wat is dan met LCA nog? En hoe verhouden die zich tot elkaar? Dus dat is denk ik ook een belangrijke opmerking. En de handvraag natuurlijk van, zouden de mensen opnieuw dezelfde installatie bouwen met de kennis van nu? Dat is een hele mooie handvraag. Een betersvraag is dat. Zullen we een rondje maken, Ad? Ja, misschien interessant, hè? Onze installatie die draait nu vanaf 2012. We staan nu op het punt om te beslissen, wat gaan we nu verder doen? Hè? Met GMB hebben we een afspraak dat we dat samen goed gaan bekijken. We denken er sterk over om de installatie nog langer in bedrijf te houden. Je hebt de investering eenmaal gedaan. En misschien zijn er, als we weten dat we nog tot 2028 bijvoorbeeld doorgaan, kunnen we misschien nog wat slimme dingen erin bouwen om die installatie nog een langer leven te geven en om nog meer terug te verdienen. Eigenlijk. Dat is een beetje het doel. Dus dat is een serieuze optie die we nu bekijken. Maar een heel ander systeem denk ik niet. Ik denk zelf hebben wij ook een keer een berekening gemaakt voor een vergelijkbare situatie in Hoensbroek, dezelfde hoeveelheid. En daar komen wij niet uit op een TDA. Hmm. Want met de kennis van nu weten we dat het Venlo een stuk duurder zou zijn geweest. En dan verdien je dat niet zo goed. En ook als je al een basis hebt waarbij, kijk, in Venlo was de basis droogstofgehalte was 22,8. Daarmee zijn wij gestart. Als je een business case maakt voor een situatie waarbij je bijvoorbeeld met 25% droogstof begint, dan is die business case naar mijn gevoel bijna niet rond te krijgen. Zelfs voor mesofiele vergisting niet. Dus het is heel locatie-specifiek eigenlijk ook vanuit je vertrekpunt. Ja, van waar je vanaf hoe laag kom je met je droogstof. En voor jullie is wel ontwateringsresultaat een belangrijk. Dat is de kaskraker. Oké. En hoe zit dat bij jullie? Ja, ik denk in de basis wel. Ik denk dat we nu de keuze zouden moeten maken. Dus ik denk dat we op de basis weer hetzelfde gaan doen, denk ik. Ondanks alle perikelen. Maar ook met opleiding, et cetera, ja. dat betaalt toch uit. Is dat voor jullie hetzelfde? Ja, ik zit hier in de positie over om daar wat over te vinden. maar als ik kijk, zeg maar, qua ervaring, denk ik. Ja, de prestaties, zeg maar, die zijn daarna. Dus wij voldoen gewoon aan de business cases opgesteld. Dus in dat licht bezien, zeg maar, zou ik kunnen zeggen, dan is het te verdedigen om weer dezelfde keuze te maken. En qua operationeel dan ook gekeken, is het gewoon echt een hele leuke uitdaging op zo'n installatie om daar te werken. Ja, dus eigenlijk ook voor je werkvreugde, als je houdt van innovatie, nieuwe dingen en ingewikkelde dingen, zeg je nou doen, want dat onze mensen op de zuiveringen worden er blijer van. Ja, denk ik wel, zeker. Ja, cool, leuk. Ja. En met jullie? Nou ja, wij krijgen zometeen nog één slipregio over en we gaan de discussie weer doen van, met alle kennis van nu, hoe gaan we die om? Maar we hebben nu allemaal singles-stap-gistingen. Wat we zien vooral in de deelstroomreactoren, dat vooral de resterende CZV, die toch misschien bij één passage toch nog gewoon door het systeem schiet, daar heb je last van in vervolgstappen. Dus waar doe je goed aan? En we zijn heel veel teruggegaan in slipverblijftijd. Moeten we toch niet meer nog de oude ontwerprichtlijnen van 30 dagen aanhouden? Ook kijken naar de de broeikasgasemissies die hebben, in de buffers die erachter zitten, wat er is, omdat je toch meer afbraak hebt. En dan, hoe ga je dat allemaal meenemen? En misschien ga je dan toch of naar een iets ander systeem van, voor mij is het toch meer afdoden van echt bacteriën. Want als die dood zijn, dan is hun verdedigingsmechanisme weg. En kun je misschien op andere manieren toch die slipafbraak krijgen. Heb je dan zo'n heel thermisch proces nodig met alle technieken en de zaken die erbij komen, of het stoomwezen, of met thermische olie, er komt wat meer bij kijken. En is dan eenvoudige gisting, meestal of thermofiel met voldoende verblijftijd, is dat dan in de bedrijfsvoering, geeft dat niet veel meer rust dan zo'n toch een hele complexe werktuigkundige installatie. Nou, misschien is dat in zo'n vergelijkingsonderzoek ook nog iets om mee te nemen. Wat voor andere systemen zijn er nog? Dat zat ik me ook af te vragen bij jullie. Hè? Want je hebt die gisting en dan heb je lysotherm en dan voer je het weer terug. Waarom hebben jullie daar geen treintje van gemaakt? Dat je daarna nog een nieuwe andere gisting hebt, want jullie hebben daar zat. Ja, maar toch, ook dat is weer het proces. Hoe ga je die om? Je maakt een keuze en achteraf is altijd makkelijk kijken van, hadden we zo of dit of dat gedaan?
je begint ergens aan en dan kees je ervoor en dan ga je mee verder. En wie weet gaan we dat ooit nog eens doen om een treintje te maken. Nou, leuk, interessant. Haal me op de hoogte. En ik denk, iedereen zou dat interessant vinden. Cora, heb jij nog dingen waarvan je denkt van, nou, dat zit nog zo hoog, dat moet ik nog eventjes hier op tafel gooien. Ik ben net al aangestipt door Frans ook. En want we hebben het heel veel over energiefabrieken en LCA's komen voorbij. Als het gaat om de CO2-footprint, dan is natuurlijk op dit moment ook heel erg actueel alle spui van methaangas die van onafgedekte slipbuffers soms ook nog plaatsvindt. Wil je een goede energiefabriek hebben, dan is dat een must-have natuurlijk, dat je ook goed omgaat met eventueel onbedoelde emissie van methaan of biogas met methaan. Dus dat is wel goed om in gedachten te houden. En ik heb begrepen dat dat nu ook bij de Vereniging van Zuiveringsbeheerders ook onder de aandacht wordt gebracht, dat we daar vooral goed op moeten letten, want anders zijn we het paard achter de wagen aan het spannen. Ja. Met al onze energiefabrieken. Met alle uitgistingen die jij ook al aangaf. Ja, maar op zich, methaan is leuk, maar ja, het is factor 32 of het is 20 zo keer. Dus 30. Je moet heel wat energie opwekken, wil je dat zeg maar, gaan compenseren. Ja. Ja, zeker. En de roep om business cases, ja, ik denk dat is een heel terechte vraag, hè? Maar het is ook weer een stuk maatwerk. Alt die zei het net ook al, van, nou, het is ook afhankelijk van waar je vandaan komt. Dus dat is best wel moeilijk om daar iets uniforms over te bedenken. Of om dat onderling te vergelijken. Maar als ik zo de ervaringen hoor, dan denk ik dat de business cases overal toch allemaal redelijk goed, toch positief zijn. Ook achteraf bezien. En ik ben wel benieuwd ook wat dadelijk de uitslag van de poll biedt. Van, hoe zien we de energiefabrieken, of hoe zien we de TDH's ook? Van wat zijn dan de belangrijkste argumenten om daartoe over te gaan? Ja, spannend. Ik kijk even achter me. Zijn er al poll-resultaten? Is dit al een bruggetje of moeten we nog even wachten? Kijk, daar zijn ze, Cora. Je wordt op je winkel bediend. Ik kan het niet lezen. Ik heb mijn bril niet bij. Oké, dan ga ik. Ik leun ook tijd naar voren als ik moet lezen. Gaat de thermische drukhydrolyse veel meer navolging krijgen bij de Nederlandse waterschappen? 25% van de mensen zegt zeker. In de komende 10 jaar komen er nog minstens 5 installaties bij. Interessant. Ik ben benieuwd welke waterschappers dit hebben beantwoord. Of dat de bedrijven zijn die hier achter de pool zitten, dat er de hoop is. Dan is het merendeel van de mensen zegt, nou, er komen er nog wel bij, maar ik verwacht geen grote groei. Het is allemaal leuk en aardig, maar laten we het hier maar eens mee doen. 14% zegt, nee, de rentabiliteit is onvoldoende. En 3% zegt zelfs absoluut niet. Er zijn veel interessantere ontwikkelingen. En ook van die mensen ben ik heel benieuwd, welke vinden jullie dan interessanter? Dus gooi dat in de Q&A. En dan horen we dat straks van Leon. Maar op zich denk ik van, er zijn er dus niet zo. Er zijn een aantal mensen die geloven niet in de business case. Hè? Dat was iets van 14%. Hè? Dat is een belangrijk argument. En toch een beperkt aantal mensen die er geloven er helemaal niet in. Die hebben iets te veel leeuwen en beren op de weg gezien vanmiddag. Zich wel redelijk positief. En ik geloof ook best wel dat de locaties waar nu ingezet is op om die energiefabriek te maken, dat die misschien ook al wel gerealiseerd zijn. Of dat daar nu, ik weet niet of we nog heel veel meer energiefabrieken voor de komende toekomst zien. Het zou eigenlijk wel moeten, want we hebben onze ambities. 350 rioolwaterzuiveringsinstallaties, of niet? En we hebben onze ambities voor de energietransitie ook nog niet allemaal behaald. Nee, dus, nog 5 jaar. Hoorde ik je aan het begin zeggen van dit webinar. Dus wat vinden jullie daarvan, heren? Dat dit zo, dat toch mensen nog wel die twijfel hebben? Op zich kan ik me dat wel voorstellen. Want volgens mij komt ook een webinar over slip-eindverwerking. Je moet je wel constant de vraag stellen van waar ga je de energie uithalen? Is dat met heel veel apparatuur? Hè? Als je gistingen, een beetje grootschalige gisting met alle toeters en bellen, dan heb je het over 15, 20 miljoen of wat dan. Als je een slip-eindverwerking gaat realiseren en je legt daar 10, 20 miljoen bij, moet je kijken hoeveel extra slip je daar kunt verwerken.
Dus daar kun je ook je energie uithalen. En waar ligt het hoogste rendement? Ligt dat bij een korrelverbranding, bij wijze van spreken, of ligt dat op de zuivering? Korrelverbranding is gedroogslip. Gedroogslip, bijvoorbeeld. Dus daar kun je over nadenken. Ja. En ik denk dat we met z'n allen de hele keten moeten bekijken. We hebben heel sterk de neiging om de energiefabriek, dus op een paar zuiveringen alles slip naar één zuivering te kruien en daar alles uit te halen. Maar denk er ook eens over na van, oké, ik heb nou op mijn begroting heb ik 20 miljoen staan voor een vorm van register. Is het nou verstandig, hè, als ik deze verhalen hoor, om het daarin te stoppen of op een andere plek in de slipketen? Ja, nieuwe slipketenstudie dan weer met de kennis van nu. Ja, met de Want kennis dan van nu. Ga je weer, ja, je gaat nu al slepen met slip natuurlijk. Ja. Dus ook dat, die impact en dan de economische impact van slepen met slip. Want ik heb altijd begrepen dat energie maakt niet zoveel uit. Maar ja, je hebt wel al die vrachtwagenbewegingen, et cetera. Ja. Mooie analyse. Zijn jullie verrast over deze poll? Nee. Nee, ook volgens verwachting. Ja. Nou, misschien dat de volgende poll dan wat verrassender is. De belangrijkste drijfveer voor thermische drukhydrolyse is, nou, dan zegt 79% verlagen van de kosten voor slipverwerking. Ja, ook dat is misschien niet helemaal verrassend, want kosten is vaak een drijfveer. Verlagen van de CO2-impact van de rioolwaterzuivering, die 13%, dan hangt het natuurlijk van die extra methaanuitstoot af. Terugwinning van fosfaat, zeggen een aantal mensen. En andere redenen zijn bepalend. Nou, ik ben benieuwd of jij al dingen in de chat krijgt van die mensen die de hele tijd maar andere dingen aangeven. Maar dat zijn meer... Ik heb nog bevestigingen van eens met Ad, wat hij net zei. Goed zo, Ad. Je hebt je collega's. Dank je wel, Giel. Er waren een paar, dus... ja, misschien... wat meer praktisch is de vraag over de ontwaterbaarheid valt tegen, maar hangt dat ook niet samen met de keuze van de ontwateringsapparatuur en de belasting van de ontwateringsapparatuur? Misschien in Engelo hebben jullie daar, denk ik... Ja, kijk, als je je machine lager belast, dan heb je natuurlijk wel kun je nog rendement halen. Hè? Dan zie je gelijk terug in je polymeerverbruik droge stof. Ik bedoel, wij hebben ook twee machines. Als ik die één machine op 34 kuub belast of ik zet er 2 op 17, ja, dan zie ik wel direct verschil. Ja, maar goed, dan kun je in je business case in de voorkant hebben wij daar bepaalde doorzetten afgesproken. En die zijn getest op de full scale. En dat is ook doorvertaald naar de huidige installatie. Ja, als de droogstofhalte zo belangrijk is voor je business case, dan moet je er misschien ook iets extra geld uitgeven door extra capaciteit die je ontwaart. Ik denk dat jullie dat dan... Ja, er heeft best wel energie in gestoken en uiteindelijk zeg maar, zich dat terugbetaald. Ja. Ja. Mooi. Nou, gezien met een oog op de tijd, wat is de volgende pollvraag? We hadden er nog eentje over staan. Mijn belangrijkste zorg over thermische drukhydrolyse is de economische rentabiliteit, zegt 30%. Onvoorziene projectrisico's zegt 10% en 42% zegt die operationele problemen in de bedrijfsvoering. Dus ja, dat is toch wat jullie ook wel hebben gezegd vanmiddag aan tafel. Hè? Maar is het gezegd dat het wel juist te doen is op zich? Als je het goed organiseert wat het te doen is. Ja, maar je moet het wel organiseren en opleiden. Ja, het is wel echt een verschil. Als jij dus ook al gaf, het is geen zuivering met een ontwatering, het is echt een fabriek. En dan moet je wel echt goed realiseren als je hier mee staat. Maar jouw ogen gaan ook glimmen als je het daarover hebt. Ja. Dus ook die gaat weten. Nee, maar zo is het ook. En we hebben echt een engel bijvoorbeeld de jonge ploeg. En we leren veel van elkaar. En dan ga je er met z'n allen achter staan. Ja, dan is het ook mooi dat je resultaten haalt en weer zaken tackelt. Ja. Dus dat, ja. Nou, dan zegt maar 4% een lock-in, zodat andere innovaties niet mogelijk zijn. Gelukkig zien jullie dat andere innovaties mogelijk zijn als je ergens innoveert. Andere zorgen, een heel klein percentage. En 12% heeft geen zorgen. Nou, dat is mooi dat die 12% toch denkt, het kan gewoon.
De Bos. Nou, Cora, dan richt ik me toch voor die laatste minuten van dit webinar weer naar jou. De eerste van de reeks. Ja, klopt. Hoe heb je het ervaren? Wat, nou, ik vind het wel, zeker in tijden van corona, weer heel erg fijn om gewoon toch met een beperkte groep, met de juiste afstand, hier toch met elkaar aan tafel te kunnen zitten. Dat is toch wel weer een hoogtepunt van de afgelopen maanden, zeg maar. Ik denk dat er rondom TDH's nog best wel heel veel van elkaar te leren valt. En we hebben nu even het tipje van de sluier opgelicht. En ik denk dat we, nou, we kunnen ons hier nog best wel in vastbijten om verschillende aspecten van de TDH's goed voor het voortlicht te brengen. Neem niet weg dat het altijd weer maatwerk blijft. Hè? Een roep om business cases, een finaal oordeel van het is wel goed of het is niet goed. Dat is toch vaak weer locatiespecifiek. Dus dat blijft moeilijk, maar ik denk dat we wel aandacht kunnen besteden aan de verschillende aspecten. Ook voeding kunnen geven voor onderdelen van een LCA of afgeleide daarvan. Want het zijn vaak zeer ingewikkelde studies, grote studies, om dat goed voor het voetlicht te brengen. Maar ik ben blij dat we in ieder geval vanmiddag de verschillende aspecten van TDH's energiefabrieken met elkaar besproken hebben. Aan de hand van gewoon praktijkvoorbeelden. Hè. Dus geen alleen maar rapporten en pilotstudies. Nee, dit is gewoon de praktijk. Dat maakt het wel heel veel meerwaarde. En ja, SLIP is belangrijk. En we hebben nu, dit was de eerste van vier webinars. 9 februari staat er weer eentje gepland. En dan gaan we het hebben over slipontwatering. 9 maart, een maand later, gaan we het over de innovaties hebben. Atti tipte het al aan, hè? Innovaties in rondom slip. Dat kan de Tenista, Toro, Superprins Vergassen, Midmix, allerlei mooie termen komen dan vast en zeker voorbij. En 13 april staat de slip eindverwerking op het programma en alles wat daar speelt. Dus ik denk dat we nu met dit vierluik wel de verschillende aspecten van rondom slip kunnen belichten. En ik begreep dat KNW na afloop van onze slip webinar ook nog een blik op de toekomst werpt. Van de zuivering van de toekomst en wat betekent dat voor de slip-eindverwerking. Dus nou, dat, dus het stokje wordt dan mooi overgepakt. En ik hoop dat de aantallen deelnemers aan dit soort webinars ook weer hoog blijft. Dus, ja, vandaag hebben veel mensen meegenomen. Leon, zijn er nog steeds mensen? Ja, nog 100 mensen. Dus, ongeveer 120, was het eigenlijk 125 voor ons top. Dus dat wordt ook gevraagd aan door mensen voor hoeveel interesse is er. Nou, oké. Er wordt ook gezegd dat jullie leuke presentatiekoppels hebben. Dus dat jullie zo'n <Ja. laughs> dankje. En ook wat complimenten voor het, het leuk dat het georganiseerd is. Dus, oké. Okay. Maar ook positief. Maar er komt straks nog een evaluatie. Heel goed. Want we willen graag ook leren om dingen de volgende keer nog beter te doen. Dus geef dat ook alsjeblieft mee. Ja, ik denk dat we dan hiermee gaan afsluiten. Dank jullie wel allemaal dat jullie zijn ingelogd. 125 mensen voor een webinar. Nou, dat is echt veel. Want we worden doodgegooid met webinars. En er is dus duidelijk behoefte aan deze praktijkblik op de technologieën die we op dit moment in praktijk zien. Ik ga toch thuis nog eens dat oude pilotrapport doorbladeren om te kijken wat is er nou van de pilot geworden in het echt. Ik ben echt super nieuwsgierig geworden hoe dat verloop van 2012 naar nu is gegaan. Dus leuk dat je mee had genomen. Iedereen hartstikke bedankt hier aan tafel te zitten. En Cora, ik vraag jou om het laatste woord. Het laatste woord van mij. Nou, het laatste woord van jou. Nou, dan bedank ik in ieder geval aan ieder die hier aan bij heeft gedragen. En jij ook in het bijzonder, Merle. Ik vond het leuk om dit te doen met de sprekers. Leerzaam. En in ieder geval 9 februari hopelijk allemaal. En blijf gezond en hou afstand. En hele fijne feestdagen zou ik zeggen. Tot ziens. Tot ziens allemaal.